We've allowed the cancer of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values. And there is no freedom without those shared universals. Vrijheid is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse question: can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists. We hacked into the audience, and then all of a sudden 300 phones would ring, you know? Goedenavond en heel hartelijk welkom. Wij hebben een hele mooie avond voor de boeg met z'n allen over data delen voor een gezondere stad. Zou dat zomaar kunnen? En ik wil om te beginnen even polsen wie of wat u bent. Dus ik ga eens eventjes zo langslopen en dan ga ik gewoon aan u vragen. In welke hoedanigheid bent u hier? Bent u een burger of bent u professioneel met het onderwerp bezig? Nou, ik ben professioneel met dit onderwerp bezig. Ik ben bezig met onderzoek op basis van die gedeelde data. Wie is er nog meer professioneel met dit onderwerp bezig? Even kijken, dan schat ik zo in, maar ik sta op de verkeerde plek voor dit soort inschattingen. Dus nog even, ik zeg een derde, nou 40%, 50. Oké, wat hebben we nog meer? Jij stak je hand niet op. In welke hoedanigheid ben jij hier? Ja, als burger dan, denk ik. Ja. En is dit een blije burger die denkt, ja, kansen? Of is dit een bezorgd? Wat voor burger? Een sceptische. Waar ben je sceptisch over? Over de toepassingen en over de veiligheid. Toepassingen en veiligheid, heel goed, welkom. We hebben burgers en mensen die er professioneel mee bezig zijn. Wie is nog vanuit een andere hoedanigheid hier? Politicus wellicht, of... Dat is het. We zijn er professioneel mee bezig en we hebben burgers die willen weten, oké, kansen misschien, maar ook wel zorgen. Nou, welkom nogmaals allemaal. U bent op een avond die georganiseerd wordt door het ATI, het Joep Lange Instituut en de Bali. U hoort zo meer over ATI en het Joep Lange Instituut. Mijn naam is Esther van Rijswijk en ik ben uw moderator vandaag. En ik hoop jullie allemaal te horen. Even terug naar die sceptische burger dan toch. Wie van u zit hier eigenlijk vooral vanuit het idee... data en zo, ik maak me toch wel heel erg zorgen. Ik zie één hand, twee. Of misschien niet heel erg zorgen, maar zorgen. Bij wie zijn de zorgen het sterkst aanwezig? Oké. En wie wil daar ook wel even een toelichting op geven? Fijn, dan kom ik naar u toe. Ik ga het nog... Zou u naar mij toe willen komen? En dan gaan we dat gewoon hier even heel kort wil ik van u horen hoe dat zit met die zorg. Ja, dat weet ik. Maar ik denk, dan steekt niemand zijn hand meer op. Dat vind ik namelijk heel fijn, want dat ligt natuurlijk ook gewoon bij dit soort onderwerpen meteen wel op tafel. Kunt u uitleggen waar u zich zorgen over maakt? Eerst even uw naam, sorry. Mijn naam is Aldien Pol en ik werk bij het Kennisinstituut VAROS. Hij houdt zich bezig met het verkleinen van gezondheidsverschillen. En het terugbrengen van gezondheidsachterstanden bij specifieke populaties. Ik heb een verleden bij AG Zorgverzekeringen en heb daar heel veel met data-analyses gedaan. Dus ik weet een beetje wat het is. Maar mijn angst zit hem er vooral in dat als we met big data gaan werken... dat we dat voor specifieke burgergroepen zullen gaan doen. Omdat rond die burgergroepen veel data bekend zijn en vastliggen. En dat er voor bepaalde subgroepen dus ook geen informatie aanwezig is. En dat je daardoor mogelijk tot conclusies kan komen of bevindingen kan komen... Ja. Die niet voor alle burgers gelden. Ja. Interessant. Dat is mijn zorg. Ja. Ja. Fijn, dankjewel. Die gaan we adresseren. Is er iemand die een ander type zorg heeft en dat wil delen? En nog nu weet dat hij dan ook even naar voren moet komen. En dat kan ook later hoor, als u denkt, nu moet het er toch echt uit. Dan, wilt u
heel graag. Dus de zorg dat met data, ja, je verzamelt en misschien verzamel je niet alles en ontstaat er dan een tweedeling of een nieuwe achterstandsgroep of zo. Dat vat ik het zo goed samen? Ja. Welkom, wie bent u? Jaap Vechter. Wat is uw zorg? Mijn zorg is dat dit soort processen op een veel te vriendelijke manier worden voorgesteld. Vriendelijk, daar houdt u niet van? Ik geloof er helemaal geen barst van. Nee. Men doet net alsof data waardevrij zijn. En dat we daar dus iets mee kunnen doen wat tot nut van het algemeen is. Mm-hmm. Laten we beginnen met vast te stellen dat in elke dataverzameling 5% van de gegevens fout zijn. Mm-hmm. Je zal er maar komen. Hè, met je foute gegevens in een ziekenhuis. Ik kom liever zonder gegevens dan met foute gegevens in een ziekenhuis. U gaat er nu even over vanuit dat het dus om uw data gaat waar iets mee misgaat, waardoor u daar last van krijgt. Ja, inderdaad. En dat is niet alleen bij dit project, dat is bij tig projecten. Heeft u het al eens meegemaakt? Tot nog toe is het me bespaard gebleven, maar ik maak me ernstig zorgen. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat als er geen data zijn, dan zitten er ook geen fouten in, maar dan weet die dokter ook niks van u. Maar ik ben er zelf bij als ik bij de dokter kom. Ja. U wilt het in elk geval zelf beheren? Precies. En ik maak me grote zorgen over de om zich heen grijpende datavisering in de maatschappij, waarbij er vanuit gegaan wordt dat data objectief bestaan. En dat is helemaal niet zo. Data zijn altijd vanuit een bepaalde hoek gegenereerd en hebben dus een bias. Ja. Okay. Dank u wel. Gaan we het zeker ook over hebben vanavond. Is er iemand die hier vooral stuiterend zit omdat hij ongelooflijk veel kansen ziet? En die zitten hiervoor, die komen zo ook aan het woord, maar misschien ook wat verder naar achter daar. Ja, kom je er even bij? Ja, ik wilde jullie eerst zelfs laten pitchen en je dan helemaal alleen laten hier. Maar dat gaat me toch bijna de inzien te ver. Maar waar sta jij zo van te stuiteren? Ik ben van Ati van Health Inc. Dat is een accelerator in Amsterdam van de HealthTech. Een accelerator, jullie helpen anderen om sneller te gaan. Ja, startups in de early phase met ontzettend goede initiatieven. En met data kan je ook gewoon heel veel goed doen. Ja. Het is zo zonde om dat niet te gebruiken. Dus dat je iets gebeurt en wat je had kunnen weten. En daar eigenlijk bang voor bent. En je ziet echt nieuwe mogelijkheden. Ja, absoluut. Dankjewel. Ga zitten, want daar gaan we het ook zeker over hebben. Dus deze, wat hier in de zaal zit, hè, dus zorgen, maar ook we zien kansen. Nou, daar gaat de hele avond over. En het is de bedoeling niet om hier te gaan debatteren over wie het nou gelijk heeft. Het is echt de bedoeling om te kijken, goed, die data zijn er. Het is een beetje, we kunnen er ook niet vanaf blijven. Het is ook een beetje een soort koekjesdoos, denk ik wel eens. En we willen er gewoon naartoe. En hoe kan je daar nou wel die kansen gaan verzilveren zonder dat je al die zorgen die wellicht heel terecht zijn, gaan we ook misschien nog horen, zonder dat dat helemaal uit de hand loopt. Welkom daarvoor, bij deze avond. We beginnen even met een toelichting. Want u bent hier, hè? ATI, Joep Lange Instituut, hoe komt dat zo allemaal? Dus ik ga aan tafel uitnodigen, kom alsjeblieft bij, Michiel Heiderijk en Ger Baron. Neem plaats, klein applaus, ja. Welkom Michiel Heiderijk, jij bent oprichter en directeur van het Amsterdam Health and Technology Institute en het Joep Lange Instituut ook, staat ook hier op het scherm achter mij. En Ger Baron, ik kan deze neerleggen, ik ga switchen naar deze techniek. Ger Baron, Chief Technology Officer van de gemeente. Sommige mensen kennen de CTO vooral van start-ups, maar de gemeente heeft er ook een. Ja. Ja, je bent ook net zo hip als bij een start-up. Minima, ik heb zelf sneakers aangetrokken. Heel goed. Michiel Heiderijk, de instituten, Joep Lange Instituut, Amsterdam Health and Technology Institute. Wat is dat en waarom? Want de gemeente, samen willen jullie een living lab gaan opzetten. Vertel even, hoe is dat samengekomen, die instituten en de gemeente? Nou, zal ik heel kort iets zeggen over beide instituten, ja, en waarom graag jullie samen vanavond hier aanwezig zijn? Dan begin ik bij het Joep Lange Instituut. Dat zegt het eigenlijk al. Dat gaat over Joep Lange. En ik maak wel eens de grap, het is het enige instituut dat we hebben opgericht wat we niet wilden. Hè. Dat gebeurde toen Joep en Jacqueline uit de lucht werden geschoten. Misschien zijn er toch mensen die Joep Lange... Wie was dat ook alweer? Joep Lange was een belangrijke professor op het gebied van HIV-AIDS.
En wij hebben eigenlijk pas na zijn dood hebben we gezegd dat hij was niet alleen wetenschapper en academicus, hij was scientist, activist, pragmatist, zoals we dat zeggen. Dus hij had grote behoefte om dingen te veranderen in de wereld. Niet dogmatisch, wel vanuit wetenschap geredeneerd, maar vandaar ook echt de actie opzoekend. Van daaruit, dat zou ik daar moest beginnen, hebben we toen samengewerkt aan ATI. Dat is een club die niet zich richtte op wetenschap, zoals Joep met een aantal organisaties deed. En ook niet richtte op Afrika, op Global Health. Maar ATI begon te werken vanuit de stad. En dat is nu ook eigenlijk hoe het samen komt. Dus zowel ATI en Joep Lange Instituut willen een betere gezondheid voor iedereen. En ook juist op die inequality aan te pakken. Zodat het ook voor de mensen die dat extra nodig hebben, dat je daar extra aandacht aan besteedt. De een begint vanuit de wereld en de ander begint vanuit Amsterdam. Ja. Vanuit Amsterdam, Gerberon. Why do you care? Waarom data vanuit de stad? Care is een leuke woordspeling in dit verband. kijk, ik vind het interessant, het woord Living Labs bijvoorbeeld, zeg maar. En dat is tegenwoordig ook alweer gekaapt, denk ik, door het gezonde bedrijfsleven. Maar initieel was dat voor ons, hoe kun je nou met Amsterdammers werken aan, aan het gezonder maken van Amsterdam eigenlijk. Ja. En toen we met ATI gingen samenwerken, dat is ook alweer een jaar of 4 geleden, denk ik, ja, 2013. Ja. Dankjewel. Het klinkt eigenlijk ook veel dieper, mijn stem. Ja. En eigenlijk, hoe kunnen we nou kunnen we een manier verzinnen hoe we interventies, beleid, campagnes, eet gezond, eet een appel, zeg maar. Mm-hmm. Hoe kunnen we dat nou gaan oefenen met Amsterdammers, of het daadwerkelijk ook effect heeft? Want het was voor ons altijd een beetje onduidelijk, zeg maar, of de dingen die we deden ook daadwerkelijk op middellange termijn, lange termijn effect hadden. Vervolgens dachten we ook, wat we niet willen, is een soort Big Brother-achtige omgeving, zoals zorgverzekeraars misschien af en toe willen, zeg maar, we gaan je in de gaten houden. Maar kunnen we nou een manier verzinnen dat Amsterdammers actief gaan meehelpen? Wij kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Waarom leven mensen niet gezond? Als ze ziek zijn, hoe kunnen we ze het beste helpen? En dacht, enerzijds is dat een data-opgave, nog veel meer een sociale opgave, denk ik. Maar data kan er wel bij helpen. En kunnen we dan een aantal principes afspreken rondom die data die goed werken voor ons? Ja, want het idee is dus echt dat er een digitaal platform ontstaat waarop burgers anoniem hun data gaan delen. Toch? Ja, bijvoorbeeld. Of noniem tot een bepaald niveau als ze het zelf zouden willen, zou ik bijna zeggen. Noniem? Dat we wel weten. Ik bedoel, tot een bepaald niveau kun je ook voorstellen dat je zegt van, laat mensen zeggen, we willen onze Strava-gegevens delen bijvoorbeeld. Of ik wil het koppelen voor mezelf aan mijn persoonlijke gegevens bijvoorbeeld. Ja. Of ik wil het kunnen meenemen ergens heen. En even qua status, er is nog geen platform. Er zijn nog geen burgers die data inleveren, of wel? Inleveren. Is inleveren het verkeerde woord? In zoverre. Nee, nog niet. We hebben nu nog niet een manier, een platform waar we dat doen. Het is wel zo dat we met supermarkten samenwerken. Worden er maar appels verkocht, ja of nee? Mm-hmm. Ja, bedoel, dat is in wel die postcode dan of zo? Bijvoorbeeld, ja. En dat is helemaal niet op persoonlijke leidbaar, maar wel van als we campagnes doen ergens van snoep verstandig eet een appel, worden er eigenlijk mee appels verkocht. Ja, voorheen wisten we dat eigenlijk al. En? Ik bedoel, wat voor... Is dit iets wat je al getest hebt? Michiel, om eerlijk te zijn, maar en je ziet dus effecten van of campagnes werken, ja of nee. Ja. In dit geval sommige campagnes wel en andere niet. Oké, en voorbeelden van wat jullie al doen. Dat is wel eerlijk om te zeggen, er zijn heel veel dingen niet. Hè? Nee. Dus dat is ook waarom we hier nu bij de balie over praten. Ja. En anders omdat er ook zorg zijn. Ja. Omdat je het heel zorgvuldig wil doen. We willen niet zomaar zeggen, dat is precies waarom we dit soort gesprekken moeten doen. Ja. Ja, het is echt in de beginfase. Ja, dus wat er nu wel is, is als het volledig anoniem is, en er staat ook bijvoorbeeld data van de GGD, kan je onder sommige voorwaarden gebruiken op postcode 3 niveau heet dat dan. Dus dan dat is allemaal netjes, wordt erop gelet wat je mag gebruiken. En dat is niet uniek wat wij doen. Dat doen inderdaad verzekeraars en andere partijen. En daar met die data wordt ook beleid gemaakt. Wat er niet is, is dat eigenlijk je nog fijnmaziger te werk gaat. En dat je echt de data van de burgers zelf, die dat willen, dat je die gaat gebruiken. En er zijn nu wel initiatieven in de wereld die daarmee bezig zijn. Waar bijvoorbeeld, waar kijk je jaloers naar? Je hebt twee hele uiteenlopende, dat is ook wel heel leuk van Globe. Je hebt bijvoorbeeld Clover in de Verenigde Staten. Die hebben echt opt-in, geven dan mensen zeer veel data en dan wordt jouw gezondheid gemanaged. Dus dat is op vrijwillige basis. En dat maar blijkt... hoe wordt jouw gezondheid dan gemanaged? Die groepen worden dus, daar maken ze analyses van. Maar dat gaat heel ver, hè. Dat gaat van ook met gezondheid. Dus het is ook het managen van je vitaliteit. Dus dat is je van stappen tellers door dingen. Het is niet allemaal meteen DNA-gegevens of niet allemaal ziekenhuisgegevens. Het is veel meer
ja, op lifestyle. Een ander niveau, minder invasieve data, zoals ik dat zou noemen. Maar een heel ander belangrijk voorbeeld vind ik, is in Zuid-Afrika, daar heb je Discovery. En daar krijg je eigenlijk echt, als je gezonder leeft, dan kan je korting krijgen op je zorgpremie. En daar kijken heel veel mensen naar, maar daar kijken mensen ook wel naar. Heel veel mensen vinden ook, nou, dat moeten we in Nederland maar niet willen. Want dat zijn natuurlijk ook best wel spannende dingen. Hè? En is dat dan iets waarvan jij denkt, oh, ik kan niet wachten? Of? Nee, ik geef toe, ik hoor wel een klein beetje bij de mensen die de kansen groter vinden dan de bedreigingen. Dus ik hoor een beetje bij de blije eikels, om het maar zo te zeggen. Maar onze blije eikels. Ja. Onze. Maar ik vind gezondheid en gezondheidszorg, zoals wij dat hebben gedaan, met een collectief karakter, vind ik ongelooflijk bijzonder en moet je heel erg goed mee omgaan. Ik vind alleen dat er een scheiding is, dus als je data hebt, wil dat niet zeggen dat je daar dan ook politiek incorrecte of andere beslissing mee moet nemen. Ik probeer die dingen wel heel erg te scheiden. Ja, en dat gaan we vanavond ook proberen, om te kijken waar zou je dan moeten scheiden en waar zijn de grenzen. Toch even weer terug naar waarom die stad en waarom Amsterdam. Zijn andere steden hier ook mee bezig? Willen we het beste jongetje of het eerste jongetje zijn? Of? Ik denk dat wij zijn tegenwoordig genderneutraal natuurlijk. Dus de eerste mens. Heel veel steden zijn hiermee bezig, denk ik. Heel veel steden doen het vanuit bijvoorbeeld zorgverzekeraars of vanuit hoog over de overheid, de rijksoverheid, et cetera. Mm-hmm. Ik denk dat wij proberen het te doen. Dat is denk ik hopelijk een beetje Amsterdam, zeg maar. Dat het echt wel vanuit de bewoner proberen te doen. Ik vind het ook dus alleen maar interessant eigenlijk als een bewoner eigenlijk more or less direct iets weer terugkrijgt. Is dat meer inzicht in je eigen gezondheid? Ja. Is dat meer handelingsperspectief om gezonder te leven? Want zijn de incentives beter? Veel incentives om gezond te leven zijn eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè? Gezond leven is in sommige opzichten best wel duur. Maar toch even, waarom heb ik, dus ik de gemeente nodig om inzicht te krijgen in mijn... Nou, de grap, in principe want niet. Want ik kan die stappenteller en die hele iPhone kan ik volknallen al. In principe wel, maar om de verbinding te maken met de formele zorg of met medische zorg, zeg maar... denk ik dat een soort neutrale partij nodig is die ervoor zorgt dat jouw gegevens op een goede manier geborgen zijn en gebruikt worden. Ik weet niet of jij per se een commerciële partij of een zorgverzekeraar de 1 tot 3 mensen vertrouwt. Maar moet ik het zo zien? De markt is zich snel aan het ontwikkelen. Hè? Er biedt zich al van alles aan. En de gemeente zegt, ho, wacht even, we gaan even kijken of we daar niet tussen moeten gaan zitten. Ja, ik denk dat er of tussen moeten zitten. In ieder geval met de kaders, met de regels komen, met de wanneer wel, wanneer niet. En denk ik dat een type rol is die de overheid steeds meer moet gaan nemen. Omdat als je het verslagen aan de markt over, eindig je ermee. Of aan de landelijke politiek. Maar dat gaat blijkbaar te langzaam. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik bedoel, zonder daar al te politiek incorrect in te worden. Ik vind de landelijke overheid eigenlijk wel heel vaak heel institutioneel, niet vanuit Nederlanders denken uiteindelijk. En ik denk dat je juist vanuit steden heel goed kan kijken, wat levert op voor een Amsterdammer? Ja. En waarom is het voor een Amsterdammer relevant? Verwachten we dat het anders is voor een Amsterdammer dan iemand... Platteland in Drenthe? Nee, sterker nog, ik denk dat het zelfs ook helemaal niet anders is voor iemand in Afrika als voor hier. En daar wordt ook heel vaak... Waarom dan toch op regionaal of gemeentelijk niveau? Ik geloof dat dat heel erg gaat veranderen. En dat je moet een gevoel... Ik bedoel, als je dat wil ik wel even zeggen. In Amsterdam wordt er per jaar, dat weten niet veel mensen weten dat niet... Er wordt per jaar 4 miljard euro uitgegeven aan zorg. En om even wat minder voorzichtig te zijn, dat hebben wij ook. Hè? Wij kunnen dat betalen. Ja. Dus we hebben nooit een probleem. Maar dat is nog niet super efficiënt. En dat is mijn drive, merk ik. Dat je, hoe kan je dat met die data? Wij gebruiken dat, misschien is het een slechte condoom, maar wij gebruiken dat soms als een huurhuis. We gebruiken het, we klagen er een beetje over, maar we zien dat helemaal niet als ons eigendom. Ja. En ik heb zoiets van, als wij dat met z'n allen zouden zien dat het ons is. Het zijn mutuals, weet het ook weer in het Nederlands. Het is van ons allemaal. Het is van ons allemaal. De verzekering Forum is van ons eigenlijk allemaal. Maar wij maken alleen gebruik van de kosten. We collectiviseren de kostenkant. Maar ik vind dat we ook de opbrengstkant moeten collectiviseren. En dan zeggen we, zoals met het vingertje, voordat de grote databedrijven dat doen. Want dat is wat er nu gebeurt. En dat wordt al geprivatiseerd. De opbrengstenkant collectiviseren. Je bedoelt de lessen die je uit die data kan trekken dan? Ja, of de... ja misschien heel kort dan even. Ik bedoel, er stond een mooi artikel in The Economist. En dat proef ik dus weer, want die markt die gaat zijn gang. En we moeten zorgen dat we ook een deel naar het collectief of naar... Precies, dat juist komt vanuit...
publieke partijen. Het hoeft niet allemaal te worden georganiseerd door publieke partijen. Maar ja, dat wil ik niet om, maar de olie. Er was een artikel waarin data is de nieuwe olie. Mm-hmm. Dus alle databedrijven bij elkaar opgeteld, die zijn nu meer waard dan de grote oude oliebedrijven. Oliebedrijven, ja. En dat komt omdat ze onze data gebruiken. Zij vermarkten onze data. Ja. En ik gebruik zelf heel graag Google en weet ik veel wat. Maar ik dacht, in health zou je volgens mij wel die baten, waarom het zoveel waarde kan hebben. Maar dat moet je natuurlijk niet geprivatiseerd organiseren. Nee, okay, dat vind dus ik. Dus het ATI is ook een... Jullie worden betaald door de gemeente? Is een gemeentelijk instituut? Hoe moet ik dat zien? Ik moet dan heel netjes zeggen, worden onder andere. Maar nee, op dit moment worden we het meest betaald door als de gemeente. Als hij zegt, doe niet meer meest, klaar. Of hij, weet je, ga je niet over. Maar even nog, want zeker. Philips is ook bezig op het gebied van... Ik proef ook een beetje... We willen gewoon even er een laag tussen gaan zetten, zodat in elk geval het collectief daar ook van kan profiteren. Ja, dat klinkt. Dat zou ik graag willen. Dat is een beetje. En waarom je dat willen we dan? Je vroeg net, wil je het beste jongetje, mensje van de klas zijn? Snelste. Nee, maar ik denk dat we het nodig zien dat het nodig is dat. Sommige mensen wel het beste jongetje gaan zijn. En niet zozeer in dat het meeste gaan doen of voorop gaan lopen, et cetera. Maar wel in, hé, we hebben het goed geregeld. En hé, we zorgen ervoor dat de bewoners centraal staan. Ja, het verstandigste. Misschien is dat het woord. We willen het verstandigste regelen. Zodat het inderdaad het belang hiervan ook bij Amsterdammers, Nederlanders, et cetera, terugkomt. En dat je dus niet nog een laag gaat bouwen met bedrijven die de big data analyseren. Waar je eigen data mag terugkopen via twee stapjes het ziekenhuis in. Zeg maar. Dat is natuurlijk net te gek. En hoe het er uiteindelijk allemaal uit gaat zien. En hoe en waar ik mijn data inlever. En wat ik dan doe. En dan moet ik dan inloggen. Of dat weten we. Nou, dat wil ik nog wel hopen. Nee. Daar heb jij een plan voor. Zoeken. Maar de uitdaging is dus wel dat we de samenwerkingsverbanden vinden. Wanneer we dat gaan ontdekken op een manier die verantwoord is. Want we weten dat allemaal niet precies. We weten wel dat je een aantal principes kan hanteren. Data is van de Amsterdammer. Okay. Dat soort principes weer wel. Ben jij ook een blije eikel? Ik ben een blije eikel. Oké, goed zo. Mag ik dan een heel groot applaus voor deze twee blije eikels? Ja. Dank jullie wel. En dan gaan we verder met, toch ook mensen die mogelijkheden zien. We gaan eerst verkennen wat zijn nou die mogelijkheden en die kansen en hoe ziet dat eruit. En daarvoor nodig ik uit aan tafel Steven van den Vijver, Taco Howard en Duco Stuurman. Kom erbij. Ja, applaus. Hoi. Steven van den Vijver, hier rechts, directeur van het Amsterdam Instituut voor Urban Health and Development. Oh, aan deze kant, sorry. Het stikt van de instituten vanavond. Huisarts ook. Jij promoveerde op hart- en vaatziekten in Nairobi. Je hebt een column in de Volkskrant. En dat Urban Health Instituut, en er is iets met families, en daar ben je ook nog heel... Leg eens even uit, wat voor arts ben je eigenlijk? Nou, ik ben arts inderdaad, oorspronkelijk tropenarts, dus ik heb altijd wel de blik over de grenzen gehad. Toen ik eigenlijk eenmaal over de grenzen was, kwam ik erachter dat het niet alleen maar, eigenlijk wat Michiel al zei, dat er niet zo'n heel groot verschil is tussen Afrika en Amsterdam. Want op beide plekken is bij wijze van spreken hart- en vaatziekte al doodsoorzaak onder nummer 1. En moeten we gaan nadenken over hoe we chronische zorg indelen. En toen heb ik me daar verder op gericht. En dacht ik, dat is ook eigenlijk in de sloppenwijken van Nairobi, waar totaal geen zorg is. En waar hart- en vaatziekte ook een heel groot probleem is. Dus heb ik daar mijn promotieonderzoek over gedaan. Maar ik miste heel erg de patiënt, dus ik ben nu weer terug in Nederland en werk ik 3,5 dag als huisarts. Ja. En dan 1 dag bij het instituut. Urban Health Instituut. Ja. En waar ben je dan nu bijvoorbeeld bij het instituut mee bezig? Ik ben nu bezig met een project voor hoge bloeddruk. Dat je dat eigenlijk thuis kan meten. En dat je dan eigenlijk een automatisch behandeladvies krijgt. Dat je eigenlijk ook, waar we denk ik vanavond ook over zullen hebben, dat je zelf meer eigenaar wordt van je data en inzicht krijgt in je gezondheid. Oké. Taco Howard, je bent van Gupta, je bent daar senior stratege. Je studeerde geneeskunde en medische informatiekunde en je zat bij McKinsey. Dus dat klinkt als iemand die waanzinnig slim is en vast helemaal ziet wat we hier allemaal mee kunnen gaan doen. Vat ik dat zo heel goed samen? Dat is inderdaad een korte samenvatting. Ik probeer inderdaad mijn medische achtergrond te combineren met de bedrijfseconomische manier van kijken naar de zorg. En ik heb ook wel een passie voor IT en de mogelijkheden van data.
Het komt echt allemaal samen daar. Ja, dus ja. Ik vind dat een hele mooie manier om daar iets mee te doen. En afgelopen jaar onder andere betrokken geweest bij het programma van Met Mij. Wat bezig is om te kijken hoe je patiënten in staat kan stellen om over hun eigen gezondheidszorggegevens te beschikken. En dat Met Mij, dat kunnen we dan misschien ook even doen, dat komt voort uit Europese... Nee, dat is een Nederlands initiatief. Ja. Getrokken onder andere door VWS en de Nederlandse Patiëntenfederatie. Maar ook juist met de andere partijen zoals de NFU en de NVZ, dus de brancheorganisaties. Om niet het EPD te creëren zoals het voorheen was. Het elektronisch patiëntendossier, wat hoe lang is het geleden totaal gesneuveld is? Precies, in 2011, 2012, na 14 jaar en 300 miljoen gesneuveld is. Maar juist te kijken hoe je patiënt zelf beschikking zou kunnen geven over zijn gegevens. En eigenlijk meer de randvoorwaarden daarvoor te creëren. Oké, dus jullie zijn aan het onderzoeken daar nog van hoe kunnen we dat doen? Ja, onderzoeken is daar het kernwoord. Oké. Duco Stuurman, directeur onderwijs, jeugd en zorg hier bij de gemeente. En jij ziet veel mogelijkheden. Ja, dat is wel heel kort, maar ja, natuurlijk. En, of zou je willen weten of... Nee, ik zie heel veel mogelijkheden. Want ik zie dat er, net werd het al gezegd, best wel veel verspilling ook in het systeem zit. Omdat er allerlei vragen, zeg maar, handmatig of met telefoontjes op worden gelost. Waar denk je nu aan? Nou, als er een verwarde persoon ook in deze stad, in heel Nederland... Een van de kenmerken is dat als iemand geen medicijnen inneemt, dat er best wel een probleem kan ontstaan en dat hij dus een beetje in de war kan raken. Dan is het wel, dan helpt het wel als de apotheek een signaaltje geeft dat die meneer of mevrouw haar of zij medicijnen niet ophaalt aan de hulpverlener die hem of haar behandelt. Of in de ambulante begeleiding zit. Waardoor er in ieder geval sneller ook even bij die meneer of mevrouw langs gegaan kan worden van goh, je bent je medicijnen vergeten. In plaats van dat wij soms nu ter plekke ondervinden dat de medicijnen niet in zijn genomen. En hij of zij in de war is geraakt. Onmiddellijk allemaal privacy. Ja, dat snap ik. Maar dat is, dat is een van de dingen die we nu aan het onderzoeken zijn. We hebben nu in een kleine kaas gezien dat het helpt. Er zit precies een spanningsveld op. Maar daar zitten wel meerdere onderwerpen waar het relevant is. We zijn bezig met huiselijk geweld. We zien dat een aantal, dat als wij de dossiers van de gezinnen onderzoeken op data en datateksten, waar dat gebeurd is. En we proberen een lijn te maken van, goh, wat is daar, wat zien we dan gebeuren in die gezinnen? Dan kunnen we nu met 80% voorspellen, in ieder geval de kansberekening maken dat het kan gebeuren. Dat is heel spannend, dat is heel eng. Je bedoelt, je kan gaan identificeren welke gezinnen kwetsbaar zijn? We hebben tekstmining gedaan van een groot aantal dossiers in Amsterdam. Waar we zeggen, goh, bij deze gevallen, welke woorden zijn toen gebruikt? Soft woorden in dossiers. In de aanloop naar het geweld. En kun je nou patronen herkennen in de woorden die door de hulpverleners gebruikt zijn? En dat betekent dat je niet kan voorspellen dat het gebeurt, maar dat je wel verhoogde waakzaamheid hebt op hetgeen, op de gezinnen waar dat eventueel zou kunnen plaatsvinden. Wow. En dat is best spannend. En dan bel je aan en dan zeg je, ja, maar volgens mij is dat ook... Het gaat hier bijna mis, hè? Ja, maar je kan het ook andersom doen, hè? Je doet niks en je wacht tot het gebeurt, hè? Ja. Dus ik vind het, we moeten proberen te snappen wat nou patronen zijn die herkend worden of in logistieke processen of in dienstverleningsprocessen, om daar wel weer nieuwe oplossingen voor te vinden. Ja, dus je hebt het hier over onder meer psychiatrische patiënten, zegt dat goed, en geweld. Huiselijk geweld, kindermishandeling. Laten we even proberen om zo concreet even wat voorbeelden. Dit soort type data, waar denk je nog meer aan? Wat voor type data hebben we het nou over? Nou, ik denk dat het goed is om even een onderscheid te maken in waar je het over hebt, over data. Aan de ene kant heb je het over data die je ter beschikking stelt aan de patiënt zelf eigenlijk om zijn eigen gezondheid, om daar iets mee te doen. En dan heb je het over inzicht in zijn eigen behandelingsgegevens, in zijn medicatiegegevens, zorgen dat zijn medicatielijstje klopt. Daar kan je technologie of slimmigheid in gebruiken, zoals jij noemde, om daar tools aan toe te voegen, functionaliteit aan toe te voegen, dat je bijvoorbeeld gewaarschuwd wordt op het moment dat er je verkeerde medicatie inneemt of je gewicht oploopt als hartfalen patiënt, zodat je... Alsof je dat niet door had, maar toch, ja. Nou, heel vaak zie je dat je dat
inderdaad de patiënt niet door hebt, dan kan je in ondersteund worden. En aan de andere kant is de vraag of je gegevens geaggregeerd kan samenbrengen, zodat je inzicht kan krijgen in groepsprocessen eigenlijk of in populaties. En kan zeggen, goh, in deze populatie of in dit gebied zie ik dat er een veel hogere kans of een veel groter voorkomen van obesitas is. Ik begrijp dat iemand van de gemeente denkt, nou, laat mij dat vooral doen. Ja. Waar zie je, wat is volgens jou het interessantst als... Ja, kijk, ik denk dat vanuit waar de meeste potentie zit, of waar het meeste zou kunnen verbeteren, is denk ik bij de typische groepen, de chronisch zieken, de mensen met geestelijke gezondheidszorgproblemen inderdaad. Op langere termijn, en daar zou je nu al wel mee kunnen beginnen, zijn natuurlijk mensen meer op het preventieve vlak. Ja. Maar dat levert nu niet direct iets op. Dat is vooral investeren en kijken. En daar denk ik dan, dat pikt de markt toch al op? Of zeggen jullie dan toch weer van ja, maar... Dat kan beter, of we moeten... Nee, ik denk in ieder geval dat ook de invalshoek van met mij is niet om het zelf te doen of zelf een database te creëren waar al in al de gegevens zitten, maar wel te zorgen dat die randvoorwaarden er zijn aan veiligheid, aan de manier waarop je inlogt in die gegevens en ervoor te zorgen dat je een standaard creëert. Dat de data van jou zijn ook. Ja. 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 Maar en ook belangrijk dat er een standaard komt in hoe die gegevens uitgewisseld worden, want dat zie je... is nu vaak heel groot een groot probleem. Okay. Dat er zoveel verschillende manieren zijn waarop gegevens zijn opgeslagen, dat je ze niet kan combineren. Dus jij zegt, het gaat hier om het bouwen van randvoorwaarden en het goed inbedden. En of dan uiteindelijk de markt daar iets mee gaat doen of de overheid... Effectiever daarmee om kan gaan. De huisarts, welke data wil je hebben? Nou, ja... Ik merk nu al dat er heel veel verschillende datasets zijn. En die communiceren heel vaak niet eens met elkaar. Dus, noem voorbeelden. Nou ja, als ik op de dienstdoende post zit en er komt een patiënt binnen... dan weet ik eigenlijk niet of die patiënt suikerziekte heeft of wat dan ook. En sommige mensen die komen binnen en die kunnen prima praten. Zelf vertellen. Ja, maar soms is dat niet het geval. Hè, die meneer zegt, ik wil het zelf beheren. Ja. Ja. Dus dat soort informatie is vrij belangrijk, maar ook tussen het ziekenhuis en de huisarts, tussen de apotheek. Dan heb je vervolgens nog zelfs in de praktijk heb je twee verschillende systemen van je huisarts en de assistenten. Dus dat is enorm gefragmenteerd. Maar dat is toch een kwestie van, daar heb je al de mogelijkheden om dat wel goed te laten werken. Jullie krijgen het alleen niet voor elkaar, los je problemen op. Nou ja, wat denk ik, het coördineren is denk ik wel dat je op een gegeven moment zegt, we kiezen voor bepaalde systemen en die laten dan ook met elkaar communiceren. Want als je het hebt bijvoorbeeld over huisartsensystemen in Amsterdam. En op zich, wat gezegd wordt, Amsterdam is natuurlijk wel een bij de hand de stad, om het zo maar te zeggen. Maar het is daardoor wel dat er heel veel verschillende datasets zijn. Bij de hand types hebben wel... Ja, alle huisartsen die willen, ik kies voor dit informatiesysteem, ik kies voor dat informatiesysteem. Je hebt nu 7, 8 informatiesystemen die niet met elkaar kunnen communiceren. Dus als jij een innovatie hebt, dan moet je alleen al een hele dure applicatie hebben om te zorgen dat je met al die systemen communiceert. Dus jij wil van het Living Lab of van de gemeente wel een initiatief om in elk geval dat allemaal beter te koppelen? Ja, ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om dat de stad een voortrekkende rol heeft om dat te coördineren. Want er is al heel veel informatie en die kan zichzelf versterken. Maar juist die communicatie en interactie tussen die datasets, die is er veel te weinig. Okay. Het praat niet met elkaar en je kan het niet goed inzien. En nu even, dan werkt dat dadelijk allemaal wel. Op wat voor type informatie zit jij dan te wachten? Gaat het dan om individuele informatie, zodat je gewoon van die ene patiënt die je tegenover je hebt alles weet? Of wil je ook gaan analyseren en groepen anders benaderen? Welke kansen zie je? Nee, dat zijn denk ik een beetje de twee petten die ik heb als huisarts en het instituut. Ja. Maar als huisarts zijn we nou behoorlijk reactionair. Dus je kijkt toch eigenlijk wat er met die patiënten gebeurt. Ja. En dan, ik denk dat preventie en chronische aandoeningen, dus neem hart- en vaatziekten waar ik net over had. Als iedereen met hoge bloeddruk in mijn praktijk, dat zijn er behoorlijk veel. Als die gewoon zelfstandig een bloeddruk meten en dat ik signalen binnenkrijg als die bloeddruk niet gecontroleerd is. Ja. En dat die patiënt eigenlijk daar ook in wordt ondersteund van wat kan ik doen om die bloeddruk omlaag te krijgen. En dat het mij ook informeert. Ik denk dat dat een hele simpele eerste stap is. Zodat je ook een beetje het om gaat draaien. De huisarts belt de patiënt, heb jij wel door dat het niet goed gaat met je bloeddruk? Ik denk dat in zoverre, als je het hebt over hoge bloeddruk, dat zijn er meer dan 1 miljard
wereldwijd. Ja, dat is niet een medisch probleem. Daar moet je niet heel veel artsen voor gaan opleiden. Mm-hmm. Daar moet je toch mensen zelfstandig tools gaan geven, zodat ze zich gezonder kunnen leven en dat ook kunnen reguleren. En natuurlijk is er altijd de ondersteuning van een verpleegkundige of een arts op de achtergrond. Maar ik denk dat we het niet moeten gaan medicaliseren. Nee. Ik denk inderdaad dat je de zorg daardoor veel slimmer kan inrichten. Als je de grote inzicht hebt in de grote getallen en de grote data, kan je in alle patiënten door de gegevens te combineren, kan je zien, en dat zie je vaak als je dan inderdaad gaat analyseren, hè, dat de top 1-5% van de patiënten die zeg maar 60-70% van de zorgkosten veroorzaakt, dat de multimorbide kwetsbare mensen zijn. En daar moet je een ander beleid voor inzetten, namelijk meer case 1-op-1 begeleiding, hè, case management op inzetten. Mensen actief begeleiden als ze bijvoorbeeld van een ziekenhuis teruggaan naar huis, zorgen dat ze begrijpen welke medicaties ze hebben meegekregen, dat ze hun antibiotica kuur afmaken, dat soort simpele dingen. Maar suggereer je dan nu dat een huisarts bijvoorbeeld nu niet doorheeft of die iemand tegenover zich heeft die in die top 1-5% zit? Ja, niet altijd. Nee? Nou ja, natuurlijk heb je wel een gevoel van hey, deze patiënt zie ik wel vaker. Ja. Maar dat kan wel ondersteund worden met bepaalde data die je binnenkrijgt. En ik hoor daar ook kostenefficiëntie. Dus hij kan dan sneller ingrijpen. Nou, ik denk dat uiteraard vaak gaat dat hand in hand. Kwalitatieve verbetering en daarmee ook kostenreductie. Maar ik denk dat de insteek zou moeten zijn kwaliteitsverbetering. En dat zie je nu gewoon heel vaak gebeuren. Dat patiënten, en zeker de kwetsbare ouderen, naar huis gaan, eigenlijk niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Of thuis een simpele urineweginfectie oplopen met wat antibiotica. En volledig decompenseren en met een delier op de eerste hulp terechtkomen. Mm-hmm. En als je zorgt dat je weet welke mensen dat zijn en dat je daar proactief langs gaat en eens af en toe even opbelt en zegt, goh, heeft u de antibiotica kuur afgemaakt? Weet u welke medicatie je moet innemen? En weet bij welke mensen je dat moet doen? En dat is dus maar een relatief kleine groep. Ja. Dan kan je daar een heel ander beleid op instellen dan de wat grotere groep daaronder. Hè, de chronisch zieken, de mensen die meer disease management aanpakken van toepassing is. Ja. En de grootste groep aan de onderkant. En daar heb je het eigenlijk over preventie en mensen die af en toe eens een keer een been breken of af en toe eens een keer ziek zijn en het zelf kunnen doen. Ja. En zo kan je je beleid zeg maar aanpassen op de juiste groepen. Duco, het woord onderwijs is nog niet gevallen, maar valt dat hier ook allemaal onder of hebben we het echt over zorg nu? Ja, eerst maar even over zorg. Ja. Ja, dus ik denk dat het al ingewikkeld is om die medische data aan elkaar te koppelen. Maar ik denk dat die sociale data die vaak bij de gemeente zit, om dagbesteding, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, jeugd, GGZ. Hè, dus we hebben steeds meer met elkaar te maken tussen het medisch domein en het sociaal domein. En net noem je al een voorbeeld, ik vind boven IJs ziekenhuis ook een goed voorbeeld, wat we nu aan het doen zijn om te kijken of we informatie kunnen delen, zodat het geen verrassing is dat die mevrouw ook een WMO-voorziening heeft, ook huishoudelijke hulp heeft. Dus als ze weer terugkomt, dat er inderdaad iemand is die dat opvangt en ervoor zorgt en iets extra's doet. En nu moet die mevrouw weer beginnen te bellen, ik ben net uit het ziekenhuis. Ja. Dus het helpt wel die burger op het moment dat een aantal processen logistiek data aan elkaar gekoppeld en logistiek aan elkaar gekoppeld zijn. En dat is nu echt helemaal niet het geval. Ja, en dat is soms voor burgers ook onbegrijpelijk. Hè? Ik heb dan zelf zo'n oom waar ik regelmatig mee. En dan denk je de hele tijd, waarom zit ik hier elke keer alles opnieuw uit te leggen? Ja. En dan drie keer. Maar dat is dan toch een beetje, die data is er al, alleen het komt alsmaar niet op die plek terecht. Maar vanavond hebben we het toch eigenlijk over iets anders. Jullie willen gewoon actief data gaan verzamelen die je eerst nog niet had. Nou ja, ik denk dat het eerder gaat omkoppelen. Ja, dat snap ik. Dat dus zeg dus heel veel data is er ook. Wat ik in mijn huisartspraktijk, wat mijn assistenten heeft, wat het ziekenhuis heeft, wat Nivel, CBS. We hebben het nog niet eens over de universiteiten gehad, AMC, de VU. Eigenlijk heb jij het over een communicatieprobleem. Ja, ik heb over dat er al die systemen standaardiseren met elkaar. En als wij nu nog een systeem gaan bouwen, ja, dat is niet maar de oplossing. Heeft hij het nou wel over het thema van de avond? Ik denk het wel, maar het is een eerste stap die je moet nemen om überhaupt iets met de data te kunnen doen. Ja, maar om de scherpte, ik zou toch die stap ook verder willen gaan. Want jij zegt nu een beetje, we hebben al die data al. Dus zeggen wij met z'n allen ook, nou veel plezier ermee en zorg dat je hem goed gebruikt. Lukt niet helemaal, help die jongen. Maar jullie willen een stap verder. Jullie willen, daarom is het zo spannend hier vanavond. Ja. Niet omdat jij je data niet gekoppeld krijgt. Nou ja, ik denk wel, ik bedoel, het is heel spannend. Maar ik denk dat er zijn ook heel veel dingen die nu niet goed gaan. En wat ik zeg,
wat volgens mij in het eerste gesprek ook kwam, dat de urgentie is om die zaken goed op orde te hebben. Want anders komen de private partijen binnenzetten. En je ziet wel dat die data, dat is heel veel geld. En als je op een gegeven moment daar... Maar die private partijen gaan toch niet het ziekenhuis en de huisarts... Nou ja, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het communicatiesysteem, het patiëntinformatiesysteem van een ziekenhuis. Epic heet dat. Dat is een bedrijf. Die willen gewoon winst maken. Nou, daar zit de VU, daar zit de AMC zit daarop. Die kunnen gewoon morgen zeggen, nou, bij wijze van spreken, we doen er 10% op. En dan, ja, het AMC gaat niet morgen ineens van het informatiesysteem ruilen. Dat is zo enorm, dat heeft zoveel impact op het hele ziekenhuis. En daarmee ben je eigenlijk al bepaalde macht kwijt. Nou, zo gaat het ook misschien bij, als je het hebt over een individueel patiëntendossier, als dat een private partij is en jij hebt al je data daar. En die zegt op een gegeven moment, ja, volgend jaar gaat het 15% omhoog. Ja. Ja, dan ga je niet zo snel naar je andere partij toe. En dan heb je het risico dat je inderdaad op een gegeven moment misschien een kleine groep heeft die hele goede zorg heeft, waar het allemaal met elkaar connected is. En dat er een grote groep buiten de boot valt. Maar ik vind het een algemeen recht dat jij een goed medisch dossier hebt. Helder, het gaat niet helemaal goed nu. En dit is het moment om wel te zorgen dat je daar als collectief weer tussen schuift en dat niet overlaat aan de markt. Oké. Okay. Ook aan jullie dan. Zijn jullie nou ook blije eikels, naïeve dromers? Want we gaan het zo meteen natuurlijk eens even goed hebben over of dit niet allemaal compleet hysterisch is. Ik schaam me denk ik wel onder de blije eikels. Ik denk namelijk ook wel dat er ook wel nog een deel, zeg maar, een soort van koudwatervrees is en onbekendheid en nog onvoldoende besef van wat je er eigenlijk mee kan en welke voordelen het oplevert ten opzichte van de nadelen. En uiteraard moet je heel goed zorgen dat de randvoorwaarden en de beveiliging et cetera er is. Maar bijvoorbeeld was laatst in de krant in Estland, hebben ze landelijk, daar hebben ze het over vanuit de overheid gepusht, het X-Road systeem opgezet, wat een landelijk systeem is om data uit te wisselen. En daar zijn mensen ook in staat om te zeggen dat ze niet hun data willen delen. Maar dan wel op de juiste manier hebben ze dat geïmplementeerd. En dan zie je dat het percentage wat uiteindelijk aangeeft expliciet om niet hun data te delen, dat bijzonder klein is. Dus dat is ook opt-in? Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat, en dan zie je op dat moment hoeveel voordelen het wel heeft op het moment dat je dat op grote schaal eigenlijk beschikbaar maakt. Want wat gebeurt daar wat wij niet kunnen? Nou, daar wordt dus veel makkelijker die gezondheidsgegevens uitgewisseld met zorgverleners. Ja, en dus zijn mensen daar... Fitter, leven langer, gaan min, weet ik. Ik heb daar nog niet bewijzen van gezien, zeg maar. Ze zijn natuurlijk bezig om dat nu te implementeren. Dus mijn kennis gaat nog niet zo ver. Ik ben daar niet zelf geweest. Nee. Dus dat durf ik niet zeggen. Maar ik denk wel de voordelen van überhaupt dat systeem hebben. Ja. Dan zie je dat de nadelen daarvan, of de koudwatervrees vanuit de mensen om daar iets mee te doen, dat eigenlijk wel meevalt. Ja. Duco, we gaan dus. Je wil die data verzamelen en die mag dan geanalyseerd worden, wat jou betreft bijvoorbeeld door de gemeente. Voor wie is die data dan? Aan wie ga je die allemaal geven? Nou kijk, ik denk de overheid daar wel een rol in heeft om die privacy daarvoor te bewaken. Hè? Dus ik denk wel dat we daar ook een regulerende rol hebben en dat eigenaarschap van die inwoner daarbij centraal stellen. Dus dat is het uitgangspunt bij jullie allemaal. De inwoner of degene van wie de data is, die blijft eigenaar. Dat zou wel... Dat lijkt me dat is nu ook al als huisarts. Ik heb die faal, maar dat is het aparte. Het is van de patiënt. Maar die weet niet eens wat er in mijn dossier staat. Dat mag je wel opvragen. Ja. Maar dat zijn denk ik al stappen waardoor je als burger ook proactiever bent. Maar dan komt er een wetenschapper langs en die zegt... Goh, vind ik interessant. Mag ik jullie postcode huppeldepup tot en met huppeldepup? En dan wil ik gaan analyseren. Ja, onder condities doet de GGD... Stel, die data wordt net ook gezegd ter beschikking tot bepaalde niveaus. En... Met pseudonymiseren en anonymiseren kan je natuurlijk best veel maar straks bereiken. Log ik mijn Fitbit in bij jullie. En dan weten jullie van alles van mij. Die geef ik niet aan Facebook, maar geef ik wel aan jullie. Want jullie... Nou, niet aan iedereen. Hè? Dus er zal ook wel zijn dat je je huisarts meer geeft dan de gemeente. Wat ik me zeker medisch goed kan voorstellen. Maar stel, ik vertrouw jou totaal. Je krijgt allemaal... Maar wat en dan? Nou kijk, een van de dingen... Want de vraag was nog niet klaar. Ben je een blije eikel of ben je geen blije eikel? Ja, dus ik ben op zich wel een blije eikel. Maar ik verbaas me wel hoe ineffectief we het stelsel aan het organiseren we zijn, waarbij iedere afzonderlijke partij eigenlijk over de data beschikt van die cliënt, maar we het niet aan elkaar kunnen verbinden. Dus wat Ger zegt, kunnen we de shift maken naar is de cliënteigenaar en vervolgens vanaf daar weer nadenken hoe gaan we van die processen en die hulpverlening goed organiseren.
En ik denk dat het wel nodig is om daar wat in te veranderen. Want nu missen we op een aantal punten echt de boot en maken we dus kosten die nu niet naar de onnodige kosten die niet naar de zorg gaan, maar ook niet naar goede zorg gaan. Ja. Dus ik denk dat we dat dat wel meevalt als die gegevens bekend zijn en onder condities die gedeeld en geanalyseerd worden. Ik denk dat het de zorg beter maakt, de kwaliteit van de zorg beter maakt en misschien ook betere preventieprogramma's met zich meebrengt dan nu het geval is. Ja. Want ook daar geldt weer, we hebben hele dikke kindjes in deze stad. Het helpt wel als we goed nadenken, goh, wat helpt nou om ze wat minder dik te krijgen? En hoe moeten we misschien reguleren op vet of suiker of dat soort dingen? Ja, maar dus het helpt er zitten in universiteiten toch al jaren mensen over na te denken. Wel op basis van misschien kleine steekproeven, te kleine doelgroepen om dat goed uit te kunnen zoeken. Dus door meer data te hebben kun je betere risicostratificatie maken, betere doelgroepen bedenken, logistieke processen ontwerpen. En nu is dat toch een beetje op, ik heb twee onderzoekers die 3 jaar iets onderzoeken. En misschien moet die snelheid van leren en ontwikkelen wel omhoog. Ja, voor die wetenschappers is het natuurlijk ook dan een merboire. Gaan de data ook uiteindelijk, vraag ik toch even aan de McKinsey-strateeg. Dan staat er een bedrijfje aan de deur. Die zegt, ik ben een hele leuke start-up. We hoorden al een accelerator zit in de zaal, ja. En ik kan wel wat met die data. En dan? Dan moet ik aanvinken dat dat bedrijfje dat mag? Of hoe gaan we dat voor ons zien? Ik als eigenaar en burger van de data. Nou, nogmaals, ik denk dat je wel ten eerste heel even een onderscheid moet maken van wat is nou precies die data? Is dat echt op individu niveau of is dat geaggregeerd en geanonimiseerd? Mm-hmm. Ik denk dat dan het probleem al een stuk kleiner is. Ja, maar en dan nog. Jullie hebben me net beloofd dat die data van mij blijft. Maar nu ineens als die anoniem is, dan is die misschien toch weer niet meer van mij. Ja, ik denk dat als je het samenvoegt en aggregeert, dat je dan... Dat zegt Facebook ook. Ja. Ja, maar je kan ook kiezen met wie je het wilt delen. Ik bedoel, wat Duco net zegt. Dus je kan zeggen, ik deel het met de GGD, ik deel het met mijn huisarts, ik deel het met die, ik deel het met een En wel of niet met start-ups in de huppelde pub en niet... Ja. Ja. Ja, ik zie hem twijfelen. Hij wil als het anoniem is verkopen. Nee, ik denk dat je daar iedereen de gelegenheid moet geven om aan te geven met wie ze wel en niet hun data ook delen. Als het anoniem is? Ja. En dat... Kijk dat even naar Ger. Die zit... Ik dacht even checken of het echt zo is. Maar hij schudt geen nee. Even, toch even. Als het anoniem is, dan blijft het nog steeds voor mij? En wat mij betreft wel... Ja, nee, sowieso. Oké, goed. Nee, ik was even achterdochtig, maar helder. Ja, ga door. En vervolgens moet je denk ik wel goed aantonen van wat je dan met die gegevens gaat doen. En moet je daarover nadenken welke dingen je wel en welke dingen je niet toestaat om met die gegevens te laten doen. Oké. Ik kijk even naar het publiek. Hebben jullie nog vragen voor deze heren? Ja, ik ga... Maar de grootste uitdaging om gaat bestaan is als marktpartijen gaan uitdagen je data aan hun te geven tegen bepaalde benefits. Ja. En de vraag is, hoe werkt dat dan, zeg maar? En hoe ga je daar... Dan bieden ze mij, ik, de burger, benefits. Ergens op of een leuke scooter of weet ik veel. Want het is voor jou als gemeente een ethisch dilemma of je mij in dat ethische dilemma wil brengen. Als je zegt, de data is van de Amsterdammers, dan bepalen Amsterdammers eigenlijk ook aan wie ga ik het geven. En hoe zorg je ervoor dat dan het houden van je data geen luxeproduct wordt? Maar dat het voor iedereen normaal is. Dus eigenlijk moet je zeggen, gaan we dat dan verbieden dat je dan commerciële partijen gaat geven? Of niet? Of ga je er echt over? Ja, misschien kan ik me helemaal niet veroorloven om mijn data voor mezelf te houden. Want het wordt mijn leven te duur. Bijvoorbeeld, ja. Ja, dus dat wordt wel een uitdaging hoe je daarmee omgaat. Want als je zegt, het is van jou, betekent ook dat je het mag geven wie je wil. Maar en de vraag is A, of mensen daarmee kunnen omgaan. En B, of het niet dusdanig aanlokkelijk wordt gemaakt door een aantal partijen om jouw data te kopen, eenmalig. En opportunity kosten, ja. Nou, ik denk dat die bestaan nu al. Er zijn nu al initiatieven die opkomen. En ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval voor bent dat dat niet het leidende platform is. Want als dat het leidende platform is... Langs maar heen. Wat bedoel je? Je hebt nu al initiatieven die semi-commercieel zijn, waar je dus inderdaad je eigen persoonlijke medische file hebt. Ja. Op het moment dat dat het leidende systeem wordt, dan gaan daar mensen zich aanmelden. En op het moment dat je niet aanmeldt, dan val je buiten de boot. En op een gegeven moment kunnen ze zeggen, dit is het leidende systeem. Geen zorg, ja, zo. Zeggen ze, we gaan 20% zijn de kosten omhoog voor jouw medische dossier. Dus je moet een basis hebben waar iedereen toegang toe heeft. Ja. En vervolgens kan iemand individueel verzinnen, ik verkoop mijn data voor weet ik wat. Ja, dat,
Ja, maar het sluit ook een beetje aan bij dat tweedelingverhaal toch. Hè? Van wat nou als er een groep bestaat die uiteindelijk beter voor zichzelf kan zorgen of betere zorg krijgt, omdat ze hun data verkopen of juist niet. Oké, hier ging een hand omhoog. Alexander Pharmexis. Ik vraag me toch een beetje af wat jullie net zeggen over geaggregeerde data die dan toch van de patiënt blijft of van de burger blijft. Of dat wel waar is. Want, ik vind dat ook eigenlijk wel goed als het niet zo is. Want bij de Belastingdienst vind ik natuurlijk niet dat mensen kunnen opvragen wat mijn belastingaangifte was. Maar als de krant vraagt aan de Belastingdienst, vertel mij wat de gemiddelde belastingbetaler in Amsterdam betaalt versus Rotterdam. Nou, dat staat gewoon in de krant. Nou, dan moet je naar het CBS. Belastingdienst geeft geen antwoord. Nou, dat weet ik niet zo zeker. Ik denk dat je een heleboel gegevens in ieder geval van de overheid kunt krijgen. Dat is in ieder geval beschikbaar. Maar dat is niet herleidbaar op mij. Dus ik vind dat helemaal prima. Moet ik daar nou toestemming voor geven? Ik geloof niet dat ik dat gedaan heb. Nou ja, soms gaan we zo meteen, in het tweede blok gaan we uitgebreid op privacy en zo in. En wie is dan eigenaar? Ik ga even terug naar die mevrouw die zich zorgen maakte over die tweedeling. En het ging u meer om of dan iedereen wel in de data zat. En of toen u net sprak. Oh, excuus. Toen dacht ik meteen aan vrouwen die niet, waar we te weinig van weten bij hart- en vaatziekten. Was dat een beetje ook de achtergrond? Of had u iets anders in uw hoofd? Mijn vraag eigenlijk nu is, gezien de discussie. Ja. Het lijkt erop alsof we het aan de ene kant hebben over de waarde van data op zichzelf en het delen en het verkopen of daar een businessmodel van maken, de data. Maar aan de andere kant, waarom ik hier zit, is eigenlijk, willen we nou data delen voor het gezondere individu? Heb ik er baat bij als ik mijn data deel op een platform? Of als er data van mij als individu verzameld worden, krijg ik daar een feedback op dat ik er beter word. Dus ben ik, hè, dat heet dus ook wel een inclusive datamodel, word ik er zelf beter van? Maar worden mijn data alleen gedeeld met marktpartijen die daar producten van maken? En heeft dat helemaal niks meer met mij te maken? Dan ben ik exclusief. Ja. Maar ik heb een iemand van de gemeente. Ja, maar even, gelooft u dan niet dat de gemeente die zegt, ja, ik wil gewoon eerder bij die familie in kunnen grijpen waar het mis dreigt te gaan? Nou, dat is, dan ga je data-analyses doen op bestaande data en koppelen van datasets en zo. Ik denk dat dat nog redelijk klassiek en achterhaald is, want straks gaan we niks meer koppelen. Die data zijn gewoon overal bij de bron en daar kan je inkijken en uit. Je kan alles op die manier verzamelen voor een kort moment om er iets van te vinden, om er een oordeel of een waarde aan toe te voegen. Dus het koppelen van data, van HIS en ZIS, dat is een belangrijke discussie, maar dat gaat over verbetering van het huidige zorgproces en de huidige gezondheidszorg. En volgens mij hebben we het nu ook over, tenminste, dat je als individu data, gegevens van jezelf beschikbaar stelt over je gezondheid en daar misschien zelfs voor beloond wordt. Maar dan moet ik er ook eigenlijk, zou ik er graag beter van worden. En daar zit mijn zorg. En wie de vraag? Vooral voor de hoger opgeleide is die dat begrijpen. Ja. Nee. Wie wilt u dat er reageert? De huisarts? Nou, ik zou dat heel erg interessant vinden van de gemeente Amsterdam. Van de directeur onderwijs en van de stratege. Data manager of zo, ik weet het niet. De consultant. Wil je de individu? Ik bedoel de CTO. Ja, wil je de individuele Amsterdammer, wil je die gezonder maken? Is het doel het? Duco. In principe is dat antwoord ja. Hè? Dus dat zou je voor grote delen van de doelgroepen heel goed kunnen doen of gaan doen. Ik vind Amsterdamse aanpak gezond gewicht daar een goed voorbeeld van. Maar ik zie ook dat voor een deel van de kwetsbare huishoudens in deze stad dat best een ingewikkeld dilemma is of ze dat altijd, mensen die echt in de war zijn, of die in het veiligheidsdomein echt dingen doen die echt over de schreef, dan is het niet zo helder. Dus volgens mij is het niet, er is niet één antwoord. Voor een deel denk ik dat een mooi perspectief is en dat het best zou helpen. Maar voor een deel is er ook een ander spanningsveld rondom veiligheid, rondom ben je in staat om het zelf te doen? Ja of nee, iemand met een LVB van 75 of 70, regiegevers eigen, lichtverstandelijk beperkt. Die kan niet alles. Dus we moeten ook niet bedenken dat we alleen maar HBO-WO die over hun eigen
data kunnen... Maar je hebt nu al concrete voorbeelden, eigenlijk wat je zegt, dat je op het moment dat je data zou verzamelen, dat je het voor jouw gezondheidseffect hebt. Je hebt nu bijvoorbeeld, als je alle data van alle huisartsen met elkaar zou koppelen, dan krijg je veel meer informatie, bijvoorbeeld over behandeling van urineweginfecties. Want nu hebben we allemaal standaarden en dat is eigenlijk super rigide, want iedereen is verschillend. En wij moeten als huisarts voor trial and error, werkt dit antibiotica bij jou? Nee, bij jou? Nee, bij jou? Totaal achterhaald. Als wij al die data hebben en een self-learning systeem, dan weten ze op een gegeven moment, oh, dat is mevrouw zus en zo. Die heeft diabetes, die heeft dat, die heeft dit. En dan zeg je, nou, dan geven we dat antibioticum. Dus op het moment dat jij je informatie deelt en dat het ook vanuit de hele stad gebeurt, is er zoveel meer kennis waardoor jij individueel betere zorg zal krijgen. Die mag, van deze mevrouw. Ik heb hier nog een meneer. Nog een keer uw naam. Ik wilde eigenlijk iets anders zeggen. Mijn naam is Robert Vrij. Ik werk bij het Nivel. Dat kwam net al even langs. Dat van die urineweginfecties, dat gebeurt nu ook. Die gegevens worden gewoon op een rijtje gezet, geanonimiseerd. En op basis daarvan worden er algoritmes gemaakt. En die algoritmes die helpen een huisarts te bepalen welk antibioticum het best kan worden voorgeschreven bij welke patiënt. Maar waar ik eigenlijk op wilde inhaken is het onderscheid dat hier steeds wat eigenlijk niet gemaakt wordt en wat ik zou willen aanbrengen tussen aan de ene kant data voor individuele patiënten en data om dingen van te leren in de vorm van statistiek. En dit sluit ook wel mooi aan op de discussie over toestemming, omdat de wetgever daar eigenlijk ook al rekening mee heeft gehouden dat je in principe bij alle gezondheidsdata, dat zijn persoonsgegevens, daar moet je eigenlijk altijd informed consent, zoals dat heet, voor geven. Je moet toestemming geven om dat te mogen gebruiken. Behalve op het moment dat je heel veel data hebt, waar het feitelijk onmogelijk is om aan iedereen te vragen of die het wel goed vindt dat die gegevens worden gebruikt. En waarin sprake is van gebruik voor een publiek doel, dus voor het openbare nut. Ja. En als je dan ook nog allerlei maatregelen hebt genomen rondom de veiligheid van die gegevens. In die omstandigheden hoef je niet aan iedereen individueel te vragen of die het goed vindt dat zijn data worden gebruikt. Maar volgens mij is dat onderscheid in het begin heel duidelijk gemaakt. Hè? Tussen individueel, gericht op die patiënt tegenover je, en het analyseren voor grote groepen en daar dan weer beleid of medicijnen of aanpak op ontwikkelen. Ik wil een heel hartelijk applaus voor deze drie heren. Dank jullie wel. Ga zitten. Steef van der Vijver, Taco Howard en Duco Stuurman. We gaan nu even door naar de andere kant van het verhaal. Hè? We proeven al, als we dit soort verhalen horen, van nou, daar zitten natuurlijk privacy issues aan. En van wie is het dan? En gaat er geen commerciële partij mee aan de haal? En nou ja, noem maar op. En daarvoor, en daar zijn we ongelooflijk blij mee, hebben we Maxime Februari uitgenodigd. Filosoof, jurist, publicist, schrijver. Nieuwste roman Klont is net verschenen over hoe mens te zijn in een gedataficeerde wereld. En we gaan even luisteren naar een column van Maxime Februari. Applaus graag. Ja, sorry. Tot zover was dit de blijheid voor vanavond. En nu komen de chagrijnen met hun koudwatervrees, zoals McKinsey zegt. Ik wil u namelijk iets vertellen over utopieën of utopia's. Dromen van een digitale heilstaat. Ik ben filosoof, zoals net werd gezegd. Het geeft mij een excuus om iets verder uit te zoomen dan we zo net hebben gedaan. En niet alleen te kijken naar de huisartsenpraktijk of de ziekenhuispraktijk. Maar ook te kijken hoe die medische data misschien ergens anders gaan rondzwerven. En eigenlijk wil ik nog iets verder uitzoomen en kijken naar een droom over de wereld als geheel. De heilstaat dus. En het zijn de tech-optimisten die dromen van zo'n utopie, zo'n elektrische utopie. En als ik nu wat kanttekeningen plaats, dan zou je misschien denken van die weeromstaat dat ik een techno-pessimist ben. Maar dat ben ik niet. Ik ben ook een techno-optimist. En ik wil u straks aan het eind
duidelijk maken hoe het komt dat twee optimisten toch twee heel verschillende beelden kunnen hebben bij optimalisering. Het gaat er namelijk maar om wat je optimaliseert en waarom. Maar daarover straks eerst die dromen. Zo'n 10 jaar geleden... Ja. Zo'n 10 jaar geleden begonnen een aantal techbedrijven, grote techbedrijven, techgiganten heten die geloof ik tegenwoordig, als een soort Catalaanse separatisten te dromen over afscheiding van de nationale staten. Die techbedrijven die zouden zichzelf wel reguleren, buiten het bereik van de nationale staten, buiten het bereik van de autoriteiten met hun gezeur. En wat ze voor zich zagen was een soort libertarische utopie. Je moet een beetje denken aan een Ayn Rand, waar ze in Amerika tegenwoordig zo mee weglopen, ultrarechtse filosofen. En zo'n soort van libertarische utopie buiten de territoriale wateren. Een technoparadijs, er zijn ook folders van, die kunt u gewoon inzien op online. En zo'n technoparadijs, dat ziet er een beetje saai uit, dat is een soort booreiland op betonnen pijlers. Ergens ver buiten de kust van de Staten. Ik geloof dat er net een zwembad op past. Maar wat je daar in ieder geval niet hebt, is zulke vervelende dingen als een staat of beschaving. Pieter Thiel, dat is een oprichter van PayPal, die zei daarover, toen hij begon te denken over zo'n utopie, dat het een ontsnapping is van de politiek in al haar vormen. En dat was een enorme aanbeveling in de folder. En Larry Page, een medeoprichter van Google, heeft over dit soort plannen gezegd dat technologiebedrijven een stukje van de wereld voor zichzelf op moeten eisen. Nou, die droom die zijn ze gaan berekenen. Het blijkt ontzettend duur, zo'n eigen heilstaat. En bovendien is het vreselijk onherbergzaam, ondanks zo'n zwembad. Dus inmiddels hebben sommigen zich daarvan teruggetrokken. Maar niettemin gaat dat eiland binnenkort van start. Ik geloof dat ze er in 2018 mee gaan beginnen, buiten de wateren van Frans-Polynesië in de Stille Oceaan. En datzelfde verlangen om aan die politiek te ontsnappen, zie je terug bij de recente plannen voor nieuwe steden. Of die tegenwoordig ook wel New Cities heten. Tot voor kort heette dat Smart Cities, maar dat is alweer voorbij. En ook aan die nieuwe steden die tegenwoordig echt serieus overal worden opgezet, ligt het idee ten grondslag dat je aan technologie genoeg hebt om een stad te maken en een stad te besturen. Je hebt waarschijnlijk gelezen over Sidewalk Labs, dat is een onderdeel van Google, waarmee geprobeerd wordt om nieuwe steden op te zetten. En de oprichter van Sidewalk Labs vroeg zich onlangs af, hoe zou een stad eruit zien als je vanaf nul begint in het internettijdperk? Dus als je een stad bouwt from the internet up. Zulke steden die, of ze nou helemaal from scratch gemaakt zijn of niet, maar smart gemaakt worden na de hand. Zulke steden die door technologie worden bestuurd, heet dan ook wel optimized cities, geoptimaliseerde steden. En dat is precies die droom die technologiebedrijven bieden. Steden die vanzelf automatisch de situatie verbeteren, beter maken, goed zijn voor iedereen. En daar komt die blijheid al een beetje om de hoek die we net hier om de tafel zagen zitten. Je stopt de technologie in en het is goed voor iedereen. Ofwel individueel ofwel collectief, maar het wordt nooit slecht van, het is altijd goed. Nou is het probleem natuurlijk dat mensen al millennia lang strijden over uiteenlopende visies over op wat goed is. Maar met die optimized steden lijkt dat probleem als door een wonder voor eens en voor altijd opgelost te zijn en de strijd voor eens en voor altijd beslecht. Er zijn geen politieke verschillen meer. Er is geen diversiteit meer. Geen debat over de richting. Het gaat allemaal dezelfde kant op en die kant is vanzelf goed.
een andere tech-gigant, en dat is zo'n accelerator zoals we daar achter in de zaal ook hebben zitten. Dat is de allergrootste ter wereld, Y Combinator. Die investeert in start-ups. Die kondigde vorige zomer plannen aan voor de ontwikkeling van zulke nieuwe steden. En plaatste meteen een disclaimer aan het eind van het stuk. De plan werd dus aangekondigd en eronder stond om de onvermijdelijke associaties voor te zijn. We willen steden bouwen voor alle mensen, voor tech en non-tech mensen. Kennelijk is dat een onderscheid. We zijn niet geïnteresseerd in het bouwen van crazy libertarische utopieën voor techies. Dat klinkt een beetje alsof dat bedrijf een alchemistische methode had uitgevonden om goud te maken. Want hoe is het opeens mogelijk om beslissingen te nemen die warempel in één keer goed zijn voor alle mensen? En heeft het bedrijf die mensen daarnaar gevraagd? Kunnen zulke bedrijven als Y Combinator en Google op dit moment steden gaan bouwen wat ze aan het doen zijn, zonder daartoe verkozen te zijn, zonder democratisch gelegitimeerd te zijn? En hoe kunnen ze weten wat al die diverse mensen precies van ze willen? Zijn er geen belangen, afwegingen te maken en keuzes? Goedbedoelende organisaties zeggen vaak dat technologie goed moet zijn voor mensen. Nou hoeven ze daar niet ongerust over te zijn. Niemand hoeft zich daar zorgen over te maken. Technologie is altijd goed voor mensen. De vraag is altijd alleen maar voor welke mensen. Het antwoord van Y Combinator zal zijn dat ze op zoek gaan naar key performance indicators, prestatieindicatoren, om de effectiviteit van een stad te meten. Want dat was meteen de vraag die werd gesteld bij het aankondigen van die plannen. Dat gingen ze meten over de stad. En dan moet ik als tech-optimist daar meteen toch een kanttekening bij maken. Want hoe kun je effectiviteit, doelgerichtheid van een stad meten zonder eerst een waardediscussie te voeren over doelen? Met andere woorden, een waardendiscussie of een politieke proces zou hier niet misstaan. En daar kom ik dan eindelijk bij het thema van vandaag. Die data delen voor een gezondere stad. Want ten eerste, wat zijn data? Daar had meneer Vechter gelijk in. Dat is nog maar helemaal de vraag. En ten tweede, wat is een gezonde en zeker een gezondere stad? En wie bepaalt dat? Ook hier zou je allereerst eens een discussie willen hebben over interpretaties van begrippen, datadefinities en verwachtingen van gezondheid. De zorg moet beter, maar volgens wiens definitie zijn dat de verkopers van meetapparatuur? Ik kom bij vergaderingen in Den Haag waar de vertegenwoordigers van de meetapparatuur aan de overheid zeggen: de mensen willen onze stappentellers niet kopen, kunnen jullie er niet iets aan doen dat ze dat alsnog iets ruimhartiger doen? Waarop ik zei, misschien kun je hun paspoort afpakken als ze niet willen kopen. We streven allemaal naar het goede, dat is het enorme probleem van al die blijheid. Maar het goede is nu eenmaal politiek omstreden. Daarom hebben we ook zoveel partijen in Nederland. Als we allemaal eens waren over het goede, konden we met één partij ook wel af. Data bestaan niet. Eigenlijk is dat de belangrijkste boodschap waarmee ik langs de straten trek. Data vang je niet met een vlindernetje in de natuur. Die worden gemaakt. We hebben het er zo net wel heel veel over gehad wat de data waren en wat je daar vervolgens mee ging doen, maar hoe je eraan komt, die vraag die was nog niet beantwoord. Door wie worden ze gemaakt? Wie selecteert de input die er wel en de input die niet wordt gebruikt? Welke data gebruikt de overheid en van wie krijgt ze die, wie maakt die, hoeveel wordt ervoor betaald? Dat zijn machtsvragen en dat zijn dus politieke vragen. En dat zijn niet vragen die de stad zelf kan beantwoorden of een bedrijf. En het volgende, gezondheid is ook al een lastig begrip. Gezondheid is namelijk, je bent niet
ziek of gezond. Het staat niet aan of uit. Gezondheid is een niveau, een gezondheidsniveau. En de hoogte van dat niveau is een uitkomst van belangenafwegingen over je leven, die iedereen voor zichzelf weer anders maakt. Ik neem aan dat iedereen in dit gezelschap wel iets onder de leden heeft en iedereen legt de prioriteit van hoeveel het kost om dat op te lossen weer op een andere manier. De suggestie van al deze nieuwe optimized cities, maar ook van dit soort initiatieven, de pretentie daarvan is dat de technologie dit soort vragen voor je oplost. Dat je dus zelf als individu in jezelf of als samenleving collectief geen strijd meer hoeft te leveren over de afweging van belangen. Hoe gezond je wilt zijn, ten koste van wat. En die belofte dat al die vragen door de technologie voor je worden opgelost, is de belofte van een heilstaat. En daarmee is het net zo gevaarlijk als welke belofte van een heilstaat dan ook. Gelukkig ben ik een techno-optimist, daar boft u dan weer mee, want ik kan eindigen met de vrolijke gedachte dat er allemaal initiatieven zijn inmiddels die laten zien aan overheden en bedrijven hoe je op een verstandige manier met data kunt omgaan zonder die pretenties die erachter zitten, dat je de mensen vanzelf de heilstaat in kunt nudgen. Kijk alleen naar het manifest over responsible cities van het Amsterdam Economic Board. Techno-optimisme, en dat wil ik dan toch even in deze strijd tussen blije mensen en chagrijnen ingebracht hebben. Techno-optimisme wil niet zeggen dat alles vanzelf goed komt. Het kan ook betekenen dat je het nooit eens wordt over wat een optimale stad is. En met die versie van techno-optimisme zou ik u vandaag graag naar huis sturen. Dank u. Dankjewel. Maxime Verrari, dankjewel. Je blijft ook bij en wellicht horen we zo nog meer van je. Ik wil voor het tweede panel aan tafel uitnodigen. Kom erbij. Jaap-Henk Hoekman en Marleen Sticker. Welkom. Jaap-Henk, hoogleraar Privacy Enhancing Technology in Groningen en directeur van Privacy and Identity Lab. En Marleen Sticker, ooit de burgemeester van de digitale stad, de eerste gratis toegang tot internet hier in Amsterdam. Directeur ook en oprichter van de Waag Society, onderzoeksinstituut voor creatieve technologie en sociale innovatie. Jullie hebben bijvoorbeeld Fairphone ook min of meer bedacht en gezorgd dat het er kwam. En ik las, jij bent vaak degene die het feestje kon bederven. Ja, dat was met het Facebook Farewell Party. Dat vonden mensen helemaal geen leuk feestje. Omdat je tegen mensen zegt dat ze lid zijn van een plofkip. En dat ze dat idee dat je sociale media gebruikt en dat je daarmee eigenlijk bijdraagt aan iets wat niet helemaal meer oké is. Ja. Dat vinden mensen heel lastig. Als je dan zegt, nou, je hebt keus, je kan eruit. Dat is heel moeizaam voor sommige mensen om te zeggen, nou, dan doe ik dat ook. Ik heb dat laatst ook met LinkedIn gedaan. Daar was men wat enthousiaster over om dat te verlaten. Maar het blijft je bederft heel wat feestjes. Ja. Kom je hier het feestje verpesten vanavond? Nou, ik vind het, zoals Maxime net zegt, ik zat ook te denken aan blije eikel. Wat ben je dan als je dan niet meteen een blije eikel bent? Ben je dan inderdaad meteen zo'n treurnicht? Ja, precies. Wat zijn jullie? We hebben zo'n serie nu. Do worry, be happy. Dus idee dat je meteen in het negatieve moet schieten, dat je niet ook constructieve, interessante toepassingen ziet of mogelijkheden ziet. Dus ik ben altijd kritisch en dat betekent dat je onderscheid maakt. Daar gaat het mee om, dat je probeert te analyseren wat de achterkant, de vooronderstellingen zijn. We hebben er net een aantal gehoord, allerlei vooronderstellingen die zitten bij dat die technologie voor ons alles op gaat lossen.
gaan zo door op wat, waar die nuance ligt. Maar in elk geval zeg je, mijn doel is in elk geval ook dat we allemaal heel blij worden. Dat is een hele grote beweging die technologie zich toe-eigent. Juist omdat het leuk is om met die technologie iets te doen. Ja. En dat is een hele fijne, leuke, gezellige, enthousiaste beweging. En daar is het ook ooit allemaal om begonnen met de digitale stad en de Waag en zo. Jaap Henk, directeur Privacy and Identity Lab. Wat doet dat lab? Dat lab dat probeert dus oplossingen te vinden voor de problemen die hier ook voor het voetlicht komen. Van hoe kun je nou op een verantwoorde manier, op een veilige manier, privacyvriendelijke manier, omgaan met persoonlijke gegevens. Ja. Dus hoe kun je eigenlijk zorgen dat je systemen bouwt die wel zowel werken zoals Facebook, maar dan zonder dat Facebook zelf met al die data aan de haal gaat. En dat kan, dat is eigenlijk helemaal niet echt rocket science. Er zitten daar ook allerlei aspecten aan van. We zijn dus ook niet alleen een technisch lab. We zitten ook met juristen en sociale wetenschappers bij elkaar. Juist omdat dat probleem veel breder is dan puur die techniek. Mm-hmm. En het gaat ook om businessmodellen bijvoorbeeld. Want dat zijn de belangrijkste redenen waarom die systemen zo gebouwd zijn. Zit je op Facebook? Ik heb geloof ik een account op Facebook, maar dat wordt niet gebruikt. LinkedIn dan weer wel. Oké. Even, we hebben de column gehoord net. We hebben het eerst. Kies even, wil je op Maxime Februari reageren of wil je op het panelgesprek wat we net hebben gehoord? Even jullie eerste reactie zo, want het duurde nogal even voordat je mocht. Wat wil je kwijt? Nou, ik zat nog even over het eerste panel. Dat beeld dat je data kunt verhandelen en dat data olie is. En ik denk dat we in een volledig verkeerde metafoor zitten, in een verkeerde. Dat idee dat data olie is en goud. Dat het wat waard is. Dat iets waard is, dat we moeten verhandelen. Überhaupt de associatie met olie, denk ik, dat zou ik niet kiezen. Dan zit je toch een beetje aan de verkeerde kant van de toekomst. Dus ik denk dat, maar ook het idee dat je jouw data, dat die zeg maar, buiten jou staan en dat je die kan gaan verhandelen en dat mensen dan een keuze hebben of ze daar een prijs voor vragen. Dat beeld Het heel erg ging in eerste instantie over het verhandelen van die data. Ja, dat was niet de main goal die er steeds in zit. Dus het idee van er wordt data gegenereerd en die staat dan buiten mij en dan kunnen we daarna gaan praten. Wie mag daar dan iets mee doen? Mag ik die verhandelen of is die als ik mijn stappenteller ergens op een server staan, hoeveel stappen, dat is kennelijk informatie, die mag verhandeld worden. Maar de vraag is of er niet data zijn. En dat is de vraag waar we die grens nu trekken. Is het zo dat die data een extractie van mijzelf is? Ik heb een keer, dat is een hele simpele actie, omdat op Wikipedia, als je de definitie van identiteit zoekt op Wikipedia, dan is het de gewone identiteit, is dat een heel complex iets met culturele vraagstukken en gendervraagstukken. Dus dat is een. Als je die beschrijving leest, denk je, dat is ingewikkeld, zeg. Dat is echt niet makkelijk, identiteit. Heb ik hem wel. Ja. Als je dan het begrip digitale identiteit opzoekt, dan is het echt puur transactie. Dus alles wat identiteit is, wordt teruggebracht tot transactie. En ik denk dat transactiedenken ons in de weg zit. Ik denk dat je, als je zegt, wij zijn die data, ga je heel anders nadenken over wat die data. Iemand zei laatst, misschien zijn wij wel de avatar van onze data. Dus niet de data is onze avatar, maar wij zijn informatie. Als je naar de nieuwste inzichten kijkt, dan is misschien alles wat beweegt, wat in ons is tot data te vertalen. Maar je kijkt alsof, moet ik daar nou blij van worden of niet? Nou, het gaat wel om dat je anders gaat nadenken over wat je dan aan het verhandelen bent. En we mogen onze nieren niet verkopen. Dat is heel jammer, dat zou best een lucratieve zaak kunnen zijn. We mogen ons ook niet zelf tot slaaf maken. Maar als het over onze digitale identiteit gaat, dan kunnen we kennelijk alles in een transactie plaatsen. Dan kun je dus alles zeggen, nou, daar is een prijs voor. Of dat is kennelijk een keuze die ik zelf mag maken. Okay. En zo worden, ik denk dat je daarmee dus een gesprek op hebt geschoven, waarbij de vraagstets is, we hadden het over kwetsbare mensen. Het gaat steeds over mensen heel bewust een keuze kunnen maken of zij wat vinden van hun data en of ze vinden dat die verhandeld mag worden. Ja. En misschien moet je dat proces, dus moet je zeggen, nee, dat kan helemaal niet. Okay. Dus we gaan niet data verhandelen, wij gaan, als we met data iets willen doen, dan creëren we een data commons. En dan zeggen we dus niet dat alles meteen van de markt is, maar dan creëren we een ander model waar we nadenken hoe we waarde kunnen genereren. Ik heb, misschien is dat mijn naïviteit, jij slaat heel erg aan op transactie. Dus je vat het, in elk geval waar je zorgen op zijn in het gesprek wat we net hebben gehoord, is van transactie. Ik heb net ook gehoord, volgens mij, misschien moeten we dat gezamenlijk beheren en helemaal niet gaan verhandelen.
Ja, maar daar zitten een aantal aspecten in die interessant zijn uiteraard, waar ik het mee eens ben. Maar de basis... In elk geval zeg je pas op voor dat transactie. De vooronderstelling is steeds dat je met die data transacties kan plegen. Ja. Okay. En dat vind ik, daar ga je eigenlijk daar al... Daar moet je mee oppassen. Daar ga je al een bepaalde route op. Daar moet je eigenlijk niet eens aan beginnen. Jaap Henk, ja. Waar ben jij net op aangeslagen? Of? Nou ja, op een aantal dingen. De vraag van wat is eigenlijk het vertrekpunt? Gaat het nou inderdaad om efficiëntieverhoging? Of gaat het om wat die mevrouw zei, van gaat het nou echt om de gezondheid verbeteren? Ik bedoel, daar hoor ik verschillende dingen, afhankelijk van de personen die aan tafel zitten. Wat Marleen ook al zei, en dat is ook wel interessant, hè, dat je door aan de ene kant werd ook aan de tafel gezegd van mensen hebben moeten. Het uitgangspunt is controle blijven houden over die gegevens. Nou is dat sowieso al een lastig concept. Maar dat schuurt volledig met als je zegt van we hebben het over data delen. Dat is bijna in tegenspraak met elkaar. En dan kun je proberen dat recht te breien, maar echt recht krijg je dat volgens mij niet. Een andere vraag, en dat vond ik wel interessant wat Maxime zei. Wat is nou gezond eigenlijk? En is het überhaupt een goed streven om naar gezondheid te streven? Daar zit ook een aanname in. Dat is heel filosofisch hoor. Ja, nee, ik denk wel dat een vraag is waar je mee bezig moet houden. Als je dit soort dingen doet. Als in het punt wat Maxime onder meer maakt, dat is in elk geval een politieke vraag. Ja, moet dat een doelstelling zijn is van dat ons een, allen? Is en daar van, moet je met elkaar dus eerst in een democratische omgeving over discussiëren wellicht. Ja, en er zijn altijd mensen die daarin hun eigen afwegingen maken, afhankelijk inderdaad van de vraag van hoeveel kost het mij om gezonder te zijn, bijvoorbeeld, en wat geef ik daarvoor op? Ja. Je schetst ook, je zegt het was niet altijd even helemaal duidelijk of het nou om efficiëntieverbetering ging of gezondheidsverbetering zijn. Is dat een tegenstelling? Want het gezondheidssysteem wat we hebben, dat kost geld en er zitten uitgavenplafonds op en zo. Denk je niet dat als we die efficiëntie verbeteren, dat we dan meer aan gezondheid kunnen uitgeven? Oh, dat zou heel goed kunnen zijn, maar de vraag is, of mijn punt is meer van als je uitgangspunt is efficiëntie verbeteren, dan krijg je hele andere systemen dan als je uitgangspunt is mensen gezonder maken. Dat maakt echt een groot verschil. En dus daar moet je wel duidelijk in zijn. Omdat in feite is het een beetje vergelijkbaar, maar eigenlijk is dat wel een mooi voorbeeld. Hè? Ik blijf dat een vrij simpel, maar instructief voorbeeld vinden. Kijk, Facebook. De functionaliteit van Facebook is mensen met elkaar verbinden. He, dus we hebben allemaal profielen op Facebook en we stellen dat open aan vrienden of onze kennissen. Ja. En we laten mensen die informatie zien. Nou kun je je technisch voorstellen dat je dat echt op een peer-to-peer manier doet. Zeker nu, iedereen heeft een smartphone. Dus je profiel van Facebook staat op je smartphone. En als ik Marleen toegang wil verlenen, nou, dan geef ik Marleen toegang en dan kan ze vanaf haar smartphone direct met mijn smartphone communiceren en mijn profiel inzien, mijn status updates. En dan is er dus geen Facebook daartussen die daarin medieert en daarin dingen doet. Ja. De enige reden waarom Facebook daarin zit, is vanwege dat businessmodel. Ja. De enige reden dat Facebook daartussenin zit, zou je kunnen zeggen, heeft met te maken met geld, met efficiëntie. Dus als efficiëntie je uitgangspunt is, dan krijg je een heel ander systeem dan als, in het geval van Facebook, het delen van informatie. Okay. Wat betekent dit dan, wat jullie hier nu zeggen, hè? Stel nou, het is gewoon zo, er is hier een stap en die heeft een ambitie. De mensen moeten gezonder. Moeten we misschien eerst even goed een politiek debat over hebben of we dat allemaal willen en wat het dan is en wat precies de doelen zijn. Wat zouden dan randvoorwaarden zijn? Er zijn volgens mij twee lijnen. Het ene is dat de voorbeelden die ik net hoorde, dacht ik steeds, dat los je niet per se met data op, maar gewoon zorgen dat mensen meer tijd voor elkaar hebben. Dat zorgverleners meer tijd hebben. Dat opsporingsmensen meer tijd hebben. Dus we halen steeds tijd bij mensen weg en professionals weg. En dat willen we dan efficiënt maken door de data te hebben. Terwijl wat ik allemaal hoor is eigenlijk communicatie tussen mensen, diensten en afdelingen en opdrachten. Dus ik denk dat daar, als je kijkt naar zorg, kleinere zorgcoöperaties, dan lossen ze al heel veel van die vraagstukken op die we nu gewoon met een WhatsApp-groep, wat we nu een complex dataprobleem vinden. Als het gaat over ziektes kunnen opsporen en kennis vergaren over genetische afwijkingen, dan heb je grote datasets nodig. Mm-hmm. Als je verbindingen wil leggen tussen
bepaald gedrag, een bepaald soort genetische profielen ook. Ik begreep heel goed dat het interessant kan zijn om data te verzamelen. Ja. Ik denk ook niet dat het, ik denk ook dat het aantrekkelijk en interessant is. Het enige is, als je nu je genetisch profiel opvraagt bij 123me, dan betaal je daar 100 euro voor. Dan krijg je, stuurt je wangslijm in en dan krijg je een uitdraai met wat informatie. Maar jouw genetische informatie blijft daar. En de waarde neemt meteen 1000 toe. Dus elke keer dat iemand daar persoonlijk netjes zijn geld heen brengt, gaat de beurswaarde van die giganten, dat zijn inmiddels de grote giganten aan het worden, die op die genetische informatie zit. Er is geen enkele controle, geen enkele zichtbaarheid wat er met die gegevens gebeurt. Dus als je zegt, we willen dat anders. Mm-hmm. En als een stad zich daarin wil manifesteren, wat ik denk dat een heel interessante stap is. We hebben een paar keer gehoord, ja, ook zet er juist om de reden die jij nu dan noemt. Dan kun je dus inderdaad zeggen, nou, we gaan een aantal van die uitgangspunten definiëren. En, ja. Maxime refereerde net aan TADA. Dat is een uitgangspunten voor een Responsible Digital City. Er zijn 5 of 6 van die uitgangspunten gedefinieerd. Waarbij je, als je die gebruikt over hoe je met data om zou kunnen gaan. Dat is niet een totaal uitgestippeld pad, want er zijn nog een heleboel vraagstukken op te lossen. Maar de belangrijkste vind ik dat je dus niet data meer ziet als iets wat transactiegebaseerd is, maar wat een commons is, een waarde heeft die voor ons allen geldt. En dat betekent, dat is een beetje het punt wat jij net ook zegt, is dat it's the business model stupid. Je ziet dat heel veel van de negatieve effecten van die technologie en de manier waarop we met data omgaan te maken heeft met die extractie die gebeurt op basis van die data. Dus als het je lukt om vanuit een initiatief, een commons initiatief die door een stad gedragen kan worden, en wat is dat, kan zorgen wat dat maakt die data iets een commons initiatief? Dat je daar geen extractief businessmodel op, of extractive businessmodel op gooit. Dus haal die transacties en het businessmodel, dat moet eruit. Ja, zorg dat er een uitgangspunten zijn dat je daaraan bij wil dragen. Dat nog steeds een persoonlijke keuze is. Is het dan ook logisch dat dat dus een overheid is of zo, die dat doet? Nee, ik weet hoe mensen, als je bij de apotheek bent, dan word je zwaar onder druk gezet om ergens een handtekening onder te zetten, omdat ze je echt bang maken en echt boos op je worden, omdat ze anders jou geen goede, hè, dat jou, ze dat willen je meedoet aan het data. Dat je dat dossier deelt. Ja. Ja. Nou, dat vind ik, dat als het je lukt om dat te voorkomen, ja, dat je op de verkeerde plekken onder druk gezet wordt, omdat mensen boos op je worden dat je je data niet prijs wil geven. Of omdat ze je geld gaan geven. Onduidelijke infrastructuur waarvan je geen idee hebt wie de eigenaar is. Wat doen die apotheek? Wie zijn die mensen? Dat is een tweede eis. Dus je hebt een commons eis. Dat is het moet van de gemeenschap zijn. En je moet ook een beheer vanuit de gemeenschap. Volstrekt duidelijk zijn. Volstrekt duidelijk en volledig transparant. Ja. Wat er met die data gebeurt. Je moet op elk moment ook weer terug kunnen trekken. Heb ik wel gehoord net. Jij onvoldoende? Ik hoorde een paar aanzetten. Ja. Maar ik elke keer weet nog niet of we er zijn. Okay. Ik weet niet of die uitgangspunten sterk voldoende gedefinieerd zijn. En technologisch gezien, dat doen daar zitten wij overigens beide in het programma Decode. Daar zijn we met een heel Europees netwerk aan het kijken wat nou die technologische peer-to-peer oplossingen zijn om dit ook te kunnen waarmaken. Want ook in dat architectuur van hoe je dat dan moet doen, daar moet je die waarborgen inbouwen. En jouw peer-to-peer, dat is vooral omdat je in elk geval niet wil dat er iemand met een businessmodel tussen gaat zitten. Moet het per se peer-to-peer zijn? Of kan het ook? Nou, dat is als je naar de architectuur kijkt. Nee, het hoeft niet per se peer-to-peer te zijn, maar je ziet wel dat in die richting de oplossing zit. Wat voor eisen? Ik wil even reageren op wat Marleen zei, want het is wel grappig. Hè? Want je kunt, er zit een bepaalde verborgen aanname in dat businessmodellen alleen maar bij bedrijven een rol spelen en niet bij de overheid. Dat vraag ik me eerlijk gezegd wel een beetje af. Maar de commons is niet een overheid, hè? Nee, dat snap ik. Maar goed, in dit verhaal gaat het wel over de gemeente die dit heel erg naar zich toe trekt. Ja. En vandaar dus dat ik ook dat commons verhaal in datgene wat ik hier hoor hoor. Waarom trouw je de gemeente nu op? Dat ze businessmodel... Laten we heel flauw zijn. Kijk, de overheid is nou niet meteen de meest betrouwbare partij als het om mijn persoonlijke gegevens gaat. Dus de gemeente claimt hier wel wat ze nog wel even waar moeten maken. Niet alleen hele specifieke voorbeelden. Toch nog even concreet. Waar ben je bang voor? Wat gaan ze doen? Gaan zij jouw gegevens verkopen?
Nou, dat niet. Maar in eerste instantie, de verleiding is al heel erg groot om die gegevens ook voor andere processen te gebruiken. Bijvoorbeeld voor fraudebestrijding in whatever. Ja. Maar een tweede is, en dat vond ik wel een interessante. Kijk, het is als individu heel erg moeilijk om de verleiding te weerstaan om die gegevens zonder verzet te geven aan een andere partij. De gemeente deed voorkomen alsof zij sterk genoeg zijn om dat niet te doen. Maar goed, aan de andere kant, we zien dus inderdaad voorbeelden van een stad als Toronto die een subsidiary van Alphabet de toestemming geeft om daar een helemaal nieuwe stad te bouwen. Ik vraag me af, als een heel grote partij tegenover Amsterdam komt te staan, dat Amsterdam nog steeds keihard kan durven garanderen en die data kan blijven beschermen. Dat mag je hopen. Dat mag je willen, maar of dat dan ook echt gebeurt, dat is nog maar de vraag. Dat is wel de aanname. Want dan komen er politieke krachten los waar we... Nou ja, stel je voor dat mocht het zo zijn dat Amsterdam een artikel... Wat is het artikel? 29 gemeenten worden, weet ik veel. Nee, dus we zijn bijna failliet. Bijna failliet en dan komt er een Facebook zegt, we redden jullie wel. Oh my god, yeah. Ja. Ja, voor heel veel failliete bedrijven is het data die ze hebben, de persoonlijke data, dus, de enige asset. Vertaal dit even naar... en toch willen ze iets. We willen die data beter gebruiken voor individuen via commons als dat nodig. Welke voorwaarden zou jij stellen? De eerste voorwaarde is inderdaad dat je beter dan wat ik nu het gevoel heb dat gedaan wordt, nadenkt over wat wil ik. En waarom wil ik dat? Dat is één. En twee, en dan nadenken over wat is de technologie, als ik die überhaupt al nodig heb. Want dat vind ik ook een heel interessant punt. Van, heel vaak is die technologie, het is heel erg technology push. Van, nou ja, we hebben technologie, dat laten we dat maar gaan gebruiken. Terwijl je eigenlijk zou moeten kijken naar wat is nou het probleem en hoe kan ik dat het makkelijkst oplossen. Dat is een andere manier van kijken. Maar goed, laten we even aannemen dat je die technologie daarvoor nodig hebt. Zorg er dan voor dat je die zo ontwerpt dat je al die garanties, die waarborgen echt in die technologie zelf hebt gebakken. Zodat je niet afhankelijk bent van de sterke hakken in het zand van de gemeente mocht het een keer echt op aankomen. Oké, dus je zegt je moet als burger in elk geval ook hier ook weer tegen je overheid beschermd worden eventueel. Dus je moet vooraf daar waarborgen voor hebben. Ja. En even, wat zijn dan de belangrijkste waarborgen? Behalve dat het niet misgaat. Maar... Dat is eigenlijk de belangrijkste waarborg. En de specifieke context, daar hangt het vanaf wat dat dan specifiek betekent. Dan zou je een hele specifieke casus moeten pakken en zeggen van nou, daar gaan we op focussen. Wat mag daar wel niet gebeuren? Elke keer, je bent een living lab en je zegt tegen mensen, we hebben het nog helemaal niet gehad over hoe krijg je burgers überhaupt zo ver om die data te delen. Ja. Ik ben bang dat we er ook niet aan toekomen. Maar je zegt tegen burgers, nou, jullie kunnen vrijwillig je data delen. En dat gaan we anonimiseren. En we zeggen vooraf dus heel duidelijk voor welke doelen. Ja. Maar het grappige is, mensen doen dat af en toe wel. Je hebt een kunstenaar, Salvadora Lacozzi, die heeft met de Cure al zijn eigen breinkanker. En ze kon dat niet goed oplossen voor hem. Hij heeft al die scans allemaal op een website gedumpt en allerlei mensen bij betrokken om uit te zoeken wat voor een kanker hij nou had. Ja. En dat heeft hem inderdaad geholpen. Dus iedereen is mee gaan helpen. En allerlei professionals, maar ook met andere mensen. En zo kennen we dat in heel veel van die gevallen met mensen met speciale ziektes. Die zijn bereid om alles open te gooien, omdat ze gewoon een oplossing zoeken. Mm-hmm. Het is niet zo dat mensen op dat moment denken, nou, mijn privacy, nee, ze willen gewoon leven. Ja. Het gaat dus niet over of mensen daar niet interessante cases al in zijn. Het gaat ook niet om dat wetenschappers daar een hele goede rol in kunnen vervullen. Volgens mij zijn er voldoende situaties waarin je kan zien dat zinvol is. Waar het me om gaat is dat het een generieke oplossing wordt waarin je generiek je gegevens geeft. En dat er dan geacht wordt dat generiek wel altijd zal helpen. En wat ik veel liever wil, is specifiek. Als je mensen wil vragen om bij te dragen, zorg dan dat je het concreet maakt, dat je het niet in abstractie houdt. En zorg ook dat je dat hele... Ik heb een poosje bezig gehouden met het ontwerp van de opvolger van DigiD. Mm-hmm. Toen dacht ik al, wie zijn die mensen die dat aan het ontwerpen zijn? Nou, dat duurde een poosje en toen kwamen we ergens een clubje van 60 mensen logisch. Als een onderdeel van de Belastingdienst. En toen hebben ze een keer uitgenodigd. En toen zei ik, met wie hebben jullie allemaal gesproken? Nee, ze hadden met de utility-partijen gesproken. Ze hadden gesproken met de webshops en met de Belastingdienst. Ik zei, maar heb je dan ooit met een burger gesproken? Nee, dat was wel raar. Nee, die hadden ze eigenlijk in ze ook al die niet. Tijd hadden waar ze haal je nooit... die nou vandaan? Waar zitten die dan? Ja.
En ik denk, je kan dit proces volgens mij heel, heel voorzichtig en heel zorgvuldig doen als je dat doet op basis van echte mensen met echte vragen. En wat ik gevaarlijk vind, is het abstraheren en dan modellen vinden die voor alle burgers zullen gelden. Specifiek. Het gaat heel erg over het ontwerpen van vertrouwen. En dat vertrouwen kan wel eens op een hele andere manier georganiseerd zijn, ja, bijvoorbeeld via huisartsen, dan via datasystemen of apps. Ik worstel nu met afronding. Ja, want we hebben kansen gezien. We snappen ook heel goed wat ze willen, toch? Snappen jullie? Of zeg ik, snap helemaal niet wat ze willen, die blije eikels. Jawel, dat begrijp ik heel goed. Maar, ja. We begrijpen. Ik vind overigens dat het woord privacy verrassend weinig gevallen is. Is dat omdat we dat inmiddels allemaal wel begrijpen? Ja, Henk? Nou, volgens mij hebben we het er constant over, maar noemen we het gewoon niet meer zo. Maar... Ik heb het beeld dat het begrip privacy niet meer voldoet. Volgens mij gaat het over soevereiniteit. Dat zegt ook iets over dat die data, dat wij dat misschien ook wel zijn. Dat het bij ons blijft horen. En dat je dus ook wil dat je in je handelen nog steeds weet wat jouw handelen te maken heeft met jouw eigen keuzes. En even als één iets ons nu op dit moment ongemakkelijk maakt, is dat we niet meer weten of onze dat genuts en dat we in onze silo's zitten, dat we in bepaalde of wij eigenlijk nog wel wie ons op dit moment aan het sturen is. Ja. Ja. En dus het gaat niet meer alleen over privacy, wat vanzelfsprekend aan de orde is, maar ik denk dat de ongemakkelijkheid met die technologie op dit moment gaat over of wij nog wel soevereine wezens zijn en of de staat of de bedrijven daar niet een hele andere rol in zijn gaan nemen. Ja? Eens. Eens. Oh, ja, nou, lekker kort. Maar ik zit even te denken, hoor. Want ik overweeg toch om een paar... op zijn minst één iemand even aan tafel weer uit te nodigen. Wie staat te springen daar? Ja, we moeten even kijken nu, want hoe groot is het gat nou? Hè, ik proef aan jullie van, ja, ik heb de waarborgen onvoldoende gehoord. Maar ik heb ook wel een heleboel intenties gehoord om dat transparant en dat commons idee, dat werd niet zo genoemd. Ja, ik ga toch even vragen aan Michiel. Kom er even weer bij. Wil je even hier weer gaan zitten? Ja? En dan gaan we even samen afronden. We pakken even allemaal elkaars hand. Nee. Oh mijn god. Ja, ik wil jou ook even, hè, zij mochten op jullie reageren, even jouw reactie hierop. Hè. Er worden zorgen uitgesproken. Herken je ze? Ja, nee, dat probeerde ik toevallig heel even hiervoor af. Daar kwam dat woord blije eikel vandaan. Ja. Dus dat het steeds toch eindigt het vaak polariserend. En nu is het zelfs een voor mij gerespecteerd blad wat zeg maar zegt dat het bijvoorbeeld data de nieuwe olie is. Snap je? Ik bedoel, dat is het. Een gerespecteerd blad. Waar kwam dit vandaan? Het was die economist. Het is gewoon heel erg aan de hand dit. Ik denk dat er moeilijk een antwoord is. Ik heb echt heel veel goede dingen gehoord die ik wel eens eerder had gehoord, maar wel zoiets even nog benadrukken. Van ja, omdat het zo abstract is, snel wordt het abstract, ga je die data ook externaliseren. Hè, en je bent het zelf. Maar om nog even misschien wat minder aardig. Ik had ook wel een paar momenten dat we zaten te lullen zonder kostprijs. Ja. Hè, om het maar zo te zeggen. Dus hoe bedoel je? Dit zijn echte problemen. En dat is jammer. Ik ben geen arts en een arts kan dat soms wat beter zeggen. Ja. Er is gewoon in de dagelijkse praktijk gaan er nu dingen fout die niet fout. Daarvan wordt hier onder meer gezegd dat is meer een communicatieprobleem dan een dataslistig. Ja, nee, maar toen had ik het juist heel erg. Tuurlijk, ik bedoel, chronische ziekte. Als wij één verpleegkundige per iemand met hoge bloeddruk neerzetten, dan kan je dat denk ik beter managen dan we dat nu doen. Maar dat is niet realistisch. Dus wat zo moeilijk is, vind ik, aan deze discussie, hoe kom je nou tot iets wat wel kan? Stappentellers, bloeddruk, al die zelfmetingen. Nee, prima te doen, zolang ze maar niet ergens op een server in de Silicon Valley staan, lijkt mij. Want dan gaan ze. Dus we moeten ook. Maar daar kunnen maken. Jullie elkaar dus de handen schudden. Want dat is gewoon een van de. Ja, maar dat is eigenlijk wat ik misschien dat het kan. Laten we dat dan. Ik zou bijna zeggen in godsnaam proberen daar iets op te doen, want er is op dit moment daar ook geen enkele schaal. Steven zei net wereldwijd zijn meer dan 1 miljard mensen. Nou, en het wrange is dat bijna 700 miljoen van die mensen krijgen überhaupt geen zorg. En is ook in de nabijheid echt geen arts die op onze manier, zoals we dat nu doen, die zorg gaat leveren.
En daar zou je dus inderdaad, ja, probeer daar wat voor. En tegelijkertijd, wij geven, sorry dat ik het voor Nederland niet specifiek weet, maar wij geven echt miljarden uit alleen al aan het eerste stukje preventieve zorg. Mm-hmm. Terwijl in Nederland is minder dan 50% van de mensen met hoge bloeddruk onder controle. Dus het is niet, ik probeer te zeggen, het is niet dat, dat we 5% proberen te verbeteren. Er zijn echt grote dingen aan de hand. Volgens mij is het heel belangrijk om een verschil te maken. Kijk, er zitten twee mensen bij de waag die zich bezighouden met Make Health. Het gaat over mensen die zelf hun eigen zorgoplossingen maken. Nou, daar zit een heel groot deel ook van die sensortechnologie, zelfmetingen. Het is een heel gebied waar mensen ook heel veel plezier aan hebben om dat te doen. Dat kan heel goed ook juist in samenspraak met experts, wetenschappers, om te zorgen dat ze het goed doen. Maar dat is dan toch typisch dat is iets anders. Dat zo'n Living Lab zou kunnen gaan faciliteren? Ja, waar we hiervoor zitten is datificering. En het opbouwen van datasets buiten jouw eigen bestaan. Dus al die zelfhulptechnologieën. Lijkt me, er is niks op tegen. Als je ze goed ontwerpt. Je moet niet een Fitbit nemen. Als je goed ontwerpt, als die data maar niet in Silicon Valley staat. Of dat die data ergens terechtkomt op maar, plek, daar wil ik nog wel kanttekeningen waar een zorgverzekeraar bij kan komen. Nou, er zit wel een kanttekening aan, want het moet uiteindelijk wel een vrije keuze blijven. En dat gaat op een gegeven moment. Ook al maak je dat uiteindelijk iets wat inderdaad echt bij jezelf blijft. Of wat je hooguit met je huisarts deelt. Op een gegeven moment gaat er dan ook een druk ontstaan dat je dat moet doen, want anders draag je niet bij aan het aan de gemeenschap. Wat ga je daarmee doen? Ja. Laat ik zo zeggen, ik vind het lastig bij dit soort dingen dat en ik snap de dadendrang, maar probeer na te denken ook over die problemen die de geheid aankomen en probeer daar al in ieder geval oplossingen over geformuleerd te hebben. Want nou ja, daarvoor zitten we onder meer hier vanavond en die gesprekken moeten natuurlijk eindeloos nog verder gevoerd worden. Is er nog iets om een beetje positief te eindigen waarvan je denkt, nou dit kunnen jullie echt, want je zegt, sommige dingen worden nu afgedaan van ja, maar dat is niet dat grote datading, maar ondertussen is dat wel wat ze willen. Wat kunnen ze nou zo gaan doen, wat jou betreft? Nou, ik denk dat je wat in heel veel trajecten dus niet gedaan wordt, is met mensen samen gaan ontwerpen. Ja. Dat je dat als basis moet nemen. Dus dat je met veel echte mensen in echte settings stappen moet gaan zetten. En daarin dus iteraties maken. En niet alleen maar systeemdenkers aan tafel hebben. Of alleen maar de technologiemensen. Echte mensen aan tafel. Wat kunnen ze zo gaan doen? Nou, echt twee dingen. Maar dat hoor ik jou eigenlijk ook al een beetje zeggen. Van begin echt met het probleem wat echt urgent is. Dus, hoge bloeddruk. Precies. Onafhankelijk van of je daar technologie voor hebt. De vraag is van, is dat een probleem? Ja. Als dat een probleem is, ga dan kijken hoe je dat oplost. Goed definiëren, kijken wat het beste oplost. En kijk dan hoe je dat het beste oplost. Ja. Met technologie of niet. Dat maakt dan eigenlijk niet zo veel uit. Als je technologie gebruikt, zou ik zeggen, ontwerp die technologie op een eerlijke manier. Wanneer is het eerlijk? Eerlijk is als het eigenlijk de gebruikers van die technologie niet naderhand onprettig verrast. Wie moet eigenlijk dat bewaken? Ja, wij allemaal eigenlijk. Maar dat is het lastige. Dus toezicht van de gemeente? Dat is politiek, dat is techniek, dat is wetenschap, okay. Dat is van alles. Dat kan niet één partij. Ja, uitsmijter. Nou, wat ik vooral zou willen is dat, kijk, met die sleepnet, dan merk je dat hoe is het genoemd? Sleepnet. Terroristen-schwalbe. Oh, ja. En dat gebeurt in dit debat ook. Ja. De kosten. Ja. Hele zwakke mensen die we moeten beschermen door te zorgen dat alle datastromen goed zitten, anders kunnen we worden ze ziek en ongelukkig en gaan ze ons nog meer kosten. Ik vind dat steeds de fout. Dat is niet heel dreigen. Handig. Niet dreigen. Nee. Niet het meest extreme situatie gebruiken om voor de hele mensheid te zeggen dat het goed is. Okay. Gewoon duidelijke cases definiëren en daarbinnen een goede oplossing. Klein beginnen ook. In plaats van één grote, schwalbe is het niet, maar één grote beweging van we gaan even een health datacenter op gaan zetten. Gewoon iets die vragen iets dichterbij houden en die goed proberen te doen. Begin klein, met duidelijke doelstellingen, betrek echte mensen. Transparantie, commons, hebben we heel duidelijk gehoord. En die zes principes die net door de stad en die zijn gehoord. Tada, uitgangspunten. Ja. Wie zegt ik ga hier niet weg voordat ik dit nu echt nog even gezegd heb? Of wie zegt bier? Ja. Zit weer tussen het bier. André Boersma, ik ben betrokken bij een health data coöperatie die we aan het oprichten zijn. Die volgens mij heel veel elementen wat jij noemt heeft.
En waar we ook echt gaan beginnen met pilots, met echte mensen. En waar ook patiëntenorganisaties bij betrokken zijn. En daar moeten de mensen echt eigenaar worden van de data. En die moeten het ook kunnen controleren. Dat klinkt helemaal heel goed. Gaan de alarmbellen af? Nee, ik zit heel erg te wachten op dit soort initiatieven. Wij zijn zelf met de GeneCall bezig om datzelfde voor genetische informatie te doen. Maar dat is heel, heel verwant. Dus ik geloof heel erg in dat soort initiatieven. Ik heb hier de meneer die de zorg had dat een deel van de data niet klopt. En wat doe je daarom? Ja? Nou, is die zorg... Ik had net ik durf het bijna een brainwave te noemen. Maar stel nou eens dat je het volgende bedenkt. Je geeft mensen de mogelijkheid om hun data in te leveren, waar dan ook. Ze doen daar vrijwillig afstand van. Maar je geeft ze daarnaast een key waarmee ze, als ze dat willen, al die data, waar die ook is, poef, weg kunnen halen. Dat wil ik bij Facebook ook. Nou, dat is mij te laat. Met blockchain of zo is zoiets waarschijnlijk mogelijk. Hè? Dat je dus die data die zit ergens en dan zeg ik op een gegeven moment, ja, maar wat er nou gebeurt, dat is me te gek. Dan tik ik die code in en poef, mijn data is weg. Okay. Ja? Blockchain is not the answer. Damn. We dachten van wel. Dank u wel. Ik ga nog heel even naar deze accelerator, mevrouw. Ja. Hoe ga jij naar huis? Ik vond het een hele interessante discussie. Ja. Ja. Jij blijft accelereren. Jazeker, ja. Heb jij hier nu dingen gehoord waarvan je denkt, maar ik ga daar iets meer op letten of meer aandacht aan besteden? Of... De discussie in de gaten houden, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dankjewel. Ik kijk nog even tot slot de mevrouw met de zorgen over, ja, sommige mensen zitten straks niet in die data en worden dan niet achtergesteld. Gaat u iets geruster naar huis? Ja, natuurlijk. Ik vond het een hele interessante discussie. Bedankt voor alle panelleden. Maar wat ik heb eigenlijk drie dingen. Eén, het kan om efficiëntie gaan en het delen van datasets. Daarnaast kan het om het verbeteren van individuele gezondheid gaan. En daar heb je met privacy en soevereiniteit te maken. Heel mooi beeld, belangrijk beeld. En als derde, de gezondheid bestaat niet. Het gaat altijd om de ervaren gezondheid van ieder individu. En daar zijn echt verschillen tussen groepen mensen. En we moeten die groepen mensen bedienen zonder dat we afstand nemen van het belang van een hele maatschappij. Dank u wel voor deze wrap-up. Ik wil graag een heel hartelijk applaus. Ja, dank jullie wel. Voor de gasten van vanavond ook. Ik noem ze even allemaal nog voor u op. Steven van der Vijven, Taco Howard, Ger Baron, Michel Heiderijk, Maxime Februari, Jan Henk Hoekman en Marleen Stikker. En jullie natuurlijk allemaal. Enorm dank voor deelname aan dit debat. Het is nog niet afgelopen, maar we beginnen een beetje contouren te zien van hoe we die kans kunnen grijpen zonder dat we ons compleet verliezen. Dank jullie wel en tot zo bij de bar. Ja.